just money. Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Yoshi en Lucas. En mijn naam is Johan. Zometeen komt ook nog Peter aanschuiven. En ja, dus daar, die komt vanzelf. Ja, goed, ja, laten we, ja, ik weet niet of we nog officiële mededelingen hadden. Jij misschien nog, Yoshi, want jij hebt nog steeds jouw live... jouw september livestream events. Ja, ik heb deze week staan nu alle... Ik had voor Prinsjesdag had ik een special. Daarvan is alles inmiddels geüpload op library.tv of het Odyssey moet ik dan zeggen. Ja. Alle linkjes zijn te vinden in Discord of via t.me/honkelerhangout kom je er ook. Okay. En ik ben aan het toewerken naar mijn verjaardag. Volgende week woensdag is mijn verjaardag. En dan ga ik ook weer een special maken. Oké. Okay. Dus ja, en dan taai ik hem denk ik af, Johan. Ja? Ik heb vanaf morgen beginnen bij mij de Servische lessen. En ik ga deze winter, ik heb sinds de corona is uitgebroken, heb ik ineens het gevoel van ik kom helemaal nooit meer terug in Nederland, joh. Ik denk niet dat ik ooit nog terug ga. Ik mag niet eens terug zonder prik. Ja. Dus ik moet toch maar eens die taal gaan leren. Ja. Dan ga ik nou vanaf morgen beginnen, ga ik met taallessen beginnen. Ik kan wel een beetje die taal, maar niet echt, weet je wel. En ik maak elke keer fouten die ik gewoon kan vermijden ook, denk ik. Als ik daar een beetje tijd aan besteed, dan heb ik daar op termijn denk ik heel veel plezier van. Dus Nu weet je nog niet helemaal zeker wat je tegen die vrouwen allemaal zegt. Nee, ja, alleen een beetje voelen, hè. Dat vinden ze meestal, als ze beginnen te lachen, dan is het goed. Maar ik schrijf ondertussen schrijf ik schulden.nl, met een G, schulden.nl, ook helemaal vol met berichtjes, dus daar kunnen mensen eventueel, als ze wat tijd over hebben, ze denken, joh, ik heb geen flauw idee wat ik moet doen, dan probeer maar eens te lezen wat ik schrijf, zoiets. Dus dat kan ik nog melden. Oké, dan. Ja, goed. Voor de rest, ja, ik heb 3 oktober, dan hebben we een demonstratie en ik dacht dat het in Amsterdam was, van de Wappies, waaronder wij ook bij horen. Ben jij er ook nog, Lucas? Nou, 3 oktober is normaal dat gedoe in Leiden natuurlijk, maar is omdat het op zondag is, op 4 oktober. En de vorige keer had ik wel zoiets van, oh ja, daar had ik eigenlijk bij moeten zijn. Dus het zou zomaar kunnen. Ja, ik ga ook. En we hebben nog van die foldertjes van het voluntarisme, hè? Dus dan... Ja, ik heb er heel veel van. Moeten we even die links actualiseren, even wat goede memes bij plakken. En dan wordt het wel wat, denk ik. Ja, volgens mij die QR-codes en die folders, die doen het niet meer, hè? Nee, precies. Doe die nou eens even... Dat kunnen we ook niet meer aanpassen. Nee? Als je nou al die mensen daar vriend maakt voor de e-gulden, dan ben ik er meteen vanaf. En dan hebben jullie er... ik heb nog een miljoen euro aan e-guldens op de plank. Oké, we doen ons best. Ja. Geen Nederlander die ze wil. En ze zitten allemaal te schreeuwen dat ze geen geld hebben, want ze kunnen niet werken. Dus, bent u nog geïnteresseerd voor e-guldens dan Yoshi? Vertel maar. Naar e-gulden.nl. Google. Vriendenactie e-gulden. Ja. Vriend van de e-gulden. En dan kun je er, weet ik het wat, 6 krijgen of zo. Ja, als het bitcoins zouden zijn, dan was ik er al wel vanaf geweest, denk ik. 6 bitcoins. Maar ja, in stapeltjes van... het is elke keer ongeveer een euro. We begonnen met 50 e-guldens. En we bouwen het steeds verder af, zodat de prijs gewoon 1 euro is. Dat mensen niet denken van, oh, ik ga even voor 50 euro krijgen die gulden. Gewoon een klein bedragje en dan bereik je ook meer mensen. In 7 jaar tijd zijn er ongeveer 500 mensen op afgekomen. Dus ja, het bestaat gewoon, maar er is nog niemand die ervan af weet. Maar goed, ja, laten we beginnen met ons vaste rubriekje goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter.
Laten we vooral beginnen met de staatsschuldmeter. Die staat op 373,8 miljard in het rood. En ja. Ja. En dan hebben we ook nog de bitcoin. Wil jij? Oeh, die is flink omhoog aan het gaan, zie ik. Ik zal hem trouwens even op een week zetten. Even kijken, dat is deze link, geloof ik. Nou, op de weekgrafiek zijn we nog steeds meer dan 5% onderuit, hoor, Johan. Maar in de laatste 3 dagen hebben we... Het gaat niet goed, ik probeerde... Deze moest ik hebben, hè? Ja. Even kijken, ja, ik kan het scherm delen, dus ik denk, ik zet even de... Hoe heet dat? De kijkers het ook nog even kunnen zien. Hier kan je dus op de achtergrond kan je dan zien. We staan nu op 38, laten we zeggen iets boven de 38.000 eurotjes staat. Ja. Het was even naar beneden gegaan. Ik denk dat we er zo meteen nog wel over gaan hebben bij het nieuws. Ja, dus zelfs hier naar de, in eurotjes gezien dan naar de 34.500 gegaan. Dat is een leuk inkoopmomentje. Hij gaat nu weer eindelijk weer omhoog. Dus ja, nou leuk. Ja, wat kan jij nog meer ervan zeggen, Yoshi? Nou ja, blijf speculeren. Daar kan ik ervan zeggen. Maar het is wel eventjes in dollars. Want het is uiteindelijk een dollar ding. Vind ik, Johan. Mm-hmm. Staat hij op 40, heeft hij de 40.000 aangetikt. En nu staan we een dag later staan we op 44.000. Ja, ietsjes meer dan een dag. Dus ja, er was inderdaad, bijna alle markten waren in beweging deze week. Er was een hoop fut in de markt. Dus ja, wat het allemaal precies is, ik durf het niet te zeggen. Ik durf het niet te zeggen. Maar. Ja, ze zeggen de nieuws over een vastgoed, vastgoedbedrijf in China, dat zou dan de oorzaak zijn. Dat als dat dan zou vallen, dan ja... Zou een beetje Lehman's Brother-achtig verhaal zou zich dan af gaan ontwikkelen. Peter zei dat toch nog op het eind van de vorige uitzending, van dat in de gaten moesten houden. Ze heeft inderdaad toch nog wel wat voeten in de aarde gehad. Ja. Oh, Flabbergast die zegt, hey, de staatsschuld daalt. Ja, dit is gewoon een scriptje wat afgespeeld wordt. Dus ik denk als je niemand weet volgens mij op dit moment wat de echte staatsschuld is. Maar wat je hier ziet, dat is gewoon een scriptje wat afgespeeld wordt. Ja, eigenlijk moeten we die gewoon niet eens meer behandelen, joh, want het is... Zullen we die gewoon overslaan? Nou roep ik al een tijd, van als die cijfers nou niet kloppen, ze worden nooit echt geüpdate, ze zijn nooit ingezet 3 jaar voor corona en het telt gewoon de hele tijd door. Dan heeft het ook weinig zin om het erover te hebben natuurlijk. Ik ga even goud erbij halen. Ja, ook een beetje beweging in het goud. Maar ik durf niet te zeggen waarom. Het kan inderdaad dat China zijn. Maar... Nou, zometeen wil ik er nog even een theorie op losgooien. Dat is ons eerste berichtje tevens. Dus, kijk, ja, goud daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, goud gaat ook gewoon die gaat naar beneden eigenlijk. Een dalende trend. Die staat op 1700... Even kijken hoor, $1,750. Laat het even afronden. Dus ja. Even kijken, want dat zeg jij dan. Je hebt andere cijfers. Jouw goud. Nou, als je echt goud koopt, ja? Dan is de prijs vaak wel iets hoger dan de tickerprijzen. Je moet er nog een middleman aan verdienen. Ja, nou ja, is goed. Ik zal er deze keer over stil blijven. Ik zal er wel even... ik ben benieuwd wat jij ervoor betaalt. Ja. Ben benieuwd. Wat zei jij? 17,50 zei jij. Zoiets, ja. Dat stond bij Yahoo Finance. Points. Even kijken. 1 ounce gouden munten. Die gaan hier voor 18,82. Oké, nou dan weet je wat jouw middelman eraan verdient. Ja, ik wilde zeggen, het is niet de prijs van goud waar we naar kijken, dat is een papieren goud. Ja, ik denk het ook. Want al die contracten die daarmee van doen hebben, die kunnen bijna allemaal
in dollars worden gesetteld. Als je dan naar plus 500 gaat en je gaat leverage traden op goud, dan Ik denk, dat we zeggen, de olie die je daar bij jouw finance ziet, ja, jij zou ook willen dat je dat aan de pomp betaalt. Ja, precies, ja. Want dat is per vat van 130 liter of zoiets ook nog eens. Ja. Maar goed, er zit altijd inderdaad wel een verschil nog in, maar het is, soms is het groter en dan loopt het ook echt op. En dan is er weer eens een tekort ergens en dan krijg je langere wachttijden en dan staat die prijs van goud gewoon op 2000 of lager. Maar dan kan je het nergens kopen voor 2000 of lager, snap je? Ja, ik was even benieuwd, ik had gehoopt wat Peter hiervan zou vinden, is de Dow Theory. Ik weet niet of jij er wat van gehoord hebt tijdens jouw accountantstudie. Nee. Oké. Nou, er zijn allemaal condities en voorwaarden. Ja, je kan net zo zien als dat bij de meeste mensen die op de cryptobeurs zitten, die hebben dan. Die weten alles van natuurlijk van Elliott Waves en Wyclef en andere theorieën. Nou, Charles Dow had ook zo zijn theorieën. Dit was dan. Je had dan de ene koers is dan die van de industrials. En de andere is van transport. En zijn theorie was van, nou ja, als daar verschillen tussen zitten, dan dan kun je daar heel handig op inspelen. En Charles Dow was een van de medeoprichters van de Dow Jones Index, 120 jaar geleden inmiddels. Maar ja, goed, aan de hand van deze theorie, als we dan kijken naar... vorig jaar had ik het ook al verteld trouwens in de uitzending. Dat is vlak voor de zogenaamde coronacrash. Even kijken hoor, ik zet hem even op een jaar. Laat ik het even laten zien. Hoppakee, en we zetten deze ook even op een jaar. En hier zie je dit zijn de industrials, als het goed is. Ja, dit zijn de industrials. En daar zie je een trendlijn die heel duidelijk omhoog gaat. En hier zie je dat die doorbroken wordt. En als je dan kijkt naar de transport, zelfde tijdsvak. Ja, hier gaat die omhoog, maar een half jaar geleden ging die in één keer omlaag. Dus je hebt een omlaaggaande trend van de transportaandelen. Terwijl industrieaandelen, die gaan allemaal omhoog. En nu zie je pas dat die... Dat doorbroken wordt. En dan had je dus toen vorig jaar, vlak voor de coronacrash, een half jaar, zag je ook bij transport een neergaande lijn. En dat is meestal een teken van, oké, hier is een bubbel die op barsten staat. Dus, en daar is Peter of... Oh nee, het is in de chat, sorry. Oké. Iemand zei wat in de chat? Dat was ik. Dat was om te vragen wat de link naar die agenda was. Sorry. Het is forum.vrijheidradio.com. Kun je alle berichten zien en dan is het bovenste bericht. Ja, sorry. Sorry voor deze rare vraag. Ja, maar... ik pak nog even een nieuw bochtje, jongens. Oké. Ik ben even aan de Korsikop. Wat was het ook alweer? Forum.vrijheidradio.com. Ook voor de luisteraars, als je willen weten welke berichten we gaan behandelen, kun je gewoon naar forum.vrijheidradio.com gaan. En de bovenste bericht is dan meestal deze uitzending. Ja. Maar in ieder geval, er is dan een theorie. En aan de hand van die theorie zag je ook al van, ja jongens, dit is, er is volgens mij een bubbel die op barsten staat. En oh god, er gaat iets fout hier ook. Dus er is een bubbel die op barsten staat en dat is meestal geen goed teken. En volgens die Dow-theorie, dat kun je hier ook wel zien. Ik zal even kijken waar je dan zo een geval ziet. Ja, hier zie je dat. Hier zie je een verschil tussen de transport en de industrials gaan omhoog, transport gaat omlaag. En dat is meestal het begin van een bear market. Ja. Dus, en ook als je helemaal uitzoomt, en Peter had daar andere gedachten over. Maar als je uitzoomt op de hele Dow Jones geschiedenis, dan zie je ook dat die tegen een boven hun trendlijn uitgegaan is.
En als je daar doorheen zakt, dan kun je inderdaad weer een event verwachten zoals in 2008 of misschien nog erger als in 1929. Ja. Dus, toen ging je ook van de bovenste naar de onderste trendlijn. Dus ja. Misschien kun je beter op mute zetten als je typt. Ja, oké, maar dus ik kan... Nee, wacht even. Dan moet ik even kijken wat ik met mijn aandelen moet doen. Ik ga dat nog wel heel even houden. Maar ik ga niet meer in van die dingen die in het nieuws gepromoot worden dan maar beleggen. Want dat is dan meestal gewoon gebakken lucht. Die als eerste onderuit. Ik ben geen financieel adviseur trouwens, hè? Even mijn disclaimertje nog noemen. Dit is allemaal puur voor entertainment en educatieve doeleinden. En net zoals mijn kronkel, mijn gedachtenkronkel. Precies hetzelfde genre. Ik doe alleen in olies en in grondstoffenwinning. Ja, goed, ja, dat is even iets wat we wilden noemen. Ik was wel benieuwd wat Peter hier nog van zou vinden. Maar ja, misschien als hij zometeen er is, dat we er even met hem over kunnen hebben. Ik weet niet of Yoshi nog hier gedachten bij heeft, bij wat ik allemaal net verteld heb. Nou, ik was dus even een nieuw bordje pakken. Dus ik heb niet helemaal gehoord wat je zei, Johan. Ik noem het even de Dow-theorie of een onderdeel ervan. Als je transport... aandelen blijven dalen en de industrials die gaan omhoog. En dat zou volgens Charles Dow dan een reden zijn voor een komende bear market. Want dan is er dadelijk een bubbel gaande. Luister jij wel eens naar Kees de Kort op BNR? Nee. Ja, al tientallen jaren. Okay. Ja, dat is een aanrader. En ja. Die man die sprak laatst over het uitspreken van de Fed. Die had zich uitgesproken over... De transport inderdaad, dat er dus een door de coronacrisis is er een soort knoop ontstaan. Want al die transportmiddelen, die zijn natuurlijk maar beperkt, kunnen maar één keer ergens zijn, om het maar zo te zeggen, hè, in de tijd. Ja. Dus er zijn toen een paar weken weggevallen waarin dat die schepen niet konden varen en daardoor is er een congestion, hoe zeg je dat dan, een ophoping ontstaan van... orders die vervoerd moeten worden, die toen niet zijn uitgevoerd. En dat is sinds die corona nou begonnen is, loopt dat alleen maar op. Want wat er dus gebeurd is, er zijn dan mensen die hebben een boot bijvoorbeeld gehuurd om te varen. Maar die boot, dan zegt die reder, ja, ik heb problemen met corona en daardoor ben ik te laat, ik ga het niet redden. En dan zegt er iemand, weet je wat, ik betaal jou dubbel als je gewoon op tijd bent. Nou, zegt die reder, dat is goed, dan kom ik voor jou, kom ik wel. En dan gaat die boot dus naar die ene plek. Maar dat betekent dat al die andere orders ook weer blijven staan. En zo in de plaatsen waar die producten dan staan opgeslagen, moeten nadat ze afgeleverd zijn weer nieuwe producten komen. Nou, en zo is dat nou heel langzaamaan een steeds grotere olievlek aan het worden, zegt Kees de Kort op BNR. Als je naar bnr.nl, dan kun je zoeken op Kees. En dan kun je al... Ja, maar dat maakt niet uit. Dan gaat de transport wel gewoon door. Ook al lopen ze misschien achter met hun orders. Maar hier zie je gewoon een dalende trend van een half jaar. Snap je? Wat ook nog meespeelt is dat er toen tijdens de periode van lockdowns er even niet mogelijk was om... of tenminste, toen werd er niet zoveel verkocht als dat zou moeten. Er zijn ook bestedingen zijn verschoven. Amazon heeft nog nooit zo goed gedaan als in die tijd. Amazon. Ja, maar dat is een ander soort shipping dan waar nu de pijnpunten zitten. De pijnpunten zitten nu vooral in containers transcontinentaal. En doordat de lockdowns weer werden opgeheven... Toen kwam er inhaalvraag, plus dat er ook stimuli kwam. Want normaal gesproken zou de economie gewoon in elkaar moeten donderen. En dat is dus niet gebeurd. En dat zorgt er ook voor dat door die stimuli, dat de vraag naar producten niet afneemt. En dus ook nog het tekort versterkt.
En dat is gewoon de hogere transportprijzen. Dat is gewoon de prijs die je betaalt daarvoor. En er komt ook nog eens een keer bij dat één containerboer, en ik mag nog niet zeggen welke, die heeft nu ook, die is ook getroffen door ransomware. Dus die gaat ook moeilijkheden krijgen met verschepen van shit. En die containers kun je niet even op een ander schip gaan laden en dan verder brengen. Dus dat belooft ook nog wel wat als dat lang gaat duren. Ja, ik weet dus... niet. Ik zie gewoon, ja, als ik kijk, gewoon een half jaar lang daalt de hele shit. Dus kijk, er is altijd ellende in de business. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de hele business dan omlaag gaat. Dus, nee, ja. Maar de andere bedrijven kunnen het gewoon niet meer opvangen. Ja. En dus nemen tekorten gewoon toe. Ja. En dat is vervelend. En voordat je nieuwe boten hebt en de containers daarvoor, ben je nog wel even weer een tijdje verder. Maar goed. Hey, zolang we maar te eten hebben. Oh, wacht. Dat komt soms ook per boot aan. Oh, nou. Leuk man. Ja, we hebben zometeen nog wel een leuk berichtje over de lege schappen in Groot-Brittannië, maar dat komt zometeen. Misschien een goed idee om de jacuzzi uit de tuin te halen en om aardappels te planten. Ja. Maar goed, ja, de Cubaanse centrale bank die heeft, even kijken hoor, een resolutie uitgebracht om cryptocurrencies te reguleren. En dit is in ieder geval, als het naar uitziet, beter nieuws dan dat bericht over El Salvador, waar ik zelf best wel kritisch over was. Want dan moest hetzelfde worden, Johan. Ja, gaan ze het helemaal... Maar daar, tuurlijk. El Salvador was het zo, dat je mocht alleen maar een door de overheid aangewezen wallet gebruiken. Ja, nou, dat gaat in Cuba ook zo zijn, alleen die hebben hun eigen overheid wallet. Maar daardoor hier kunnen meerdere cryptocurrencies gebruikt worden. Oké. Ja. En ze willen gewoon het gebruik toestaan, dat is wat ik eruit opmaakte eigenlijk. Ik heb er heel snel even doorgelezen. Maar nou, ik weet het dan weer niet. Ik weet het natuurlijk ook weer niet helemaal zeker. Maar ik ga er maar gegarandeerd vanuit dat het eenzelfde soort gesloten systeem wordt als in El Salvador. Ik heb daar heel weinig vertrouwen in. Zelfs dat toen iedereen begon te roepen van PayPal gaat crypto accepteren. Ja, dat is leuk, maar ze gaan ze niet uitbetalen. Dus als je crypto kapot wil hebben, dan moet je ze lekker uitgeven op PayPal. Want daar heb je dus helemaal niks aan zulke bedrijven. Die doen net alsof hun klanten bitcoins hebben, maar dat is dus helemaal niet zo. Mm-hmm. Ik zal even kijken hoor. Een resolutie dat... even kijken hoor. Formally regards the uses of cryptocurrencies for commercial transactions across the island. According to the Parenta Latina, the new ruling grants a legal framework for licensing digital assets service provider that deal with transactions in and from Cuba. To this end, the resolution sets down as a virtual assets. Nou jongens, ik zal het doen. Moet ik het helemaal voorlezen? Nou, je bent wel aan het struggelen. Ja, ik ben aan het eten. Oké. Maar ik kan het drinken. Ja. Ja, we kijken wel hoe het daar gaat. Hoe daar gaat lopen. Ik zal gewoon herhalen, ik ben er altijd erg kritisch op, maar dat mag inmiddels gewend zijn. Want het blijkt toch vaak niet zo vrij te zijn als crypto kan zijn. Ja. Wat je nu dus in Nederland ziet bij bedrijven als Bitfavo en alle Nederlands geregistreerde, bij de overheid geregistreerde cryptobedrijven. Ik moet eigenlijk zeggen, alle bedrijven die nou zo'n licentie hebben van de Nederlandse bank, die moeten dus, de gebruikers daarvan, moeten elke keer precies hun bitcoinadres kenbaar maken. En dat spelen ze door aan de overheden. Nou, dan ben je dus de reden om bitcoin te gebruiken,
voor een groot gedeelte kwijt. Ja. Want je hoeft niet per se met alles wat je koopt en wat je doet bij de overheid een goedkeuring daarvoor te hebben. Snap je? Nee, nee, nee. Dus ik heb hier een. Oké, niks. Ja, goed, ja. Nou ja, goed, ja. In ieder geval, ja, Cuba is een socialistisch land, dus daar moet je ook niet veel van verwachten, natuurlijk. Dus, maar ja, ze moet wel zeggen: in deze wereld, of tenminste in de wereld van de, etatisten, zijn ze wel een underdog eigenlijk, hè? Dus ze worden aan alle kanten geboycott en ja, dus die snappen eigenlijk wel hoe het is om in een verdomme hoekje te zitten. Dus die zijn misschien eerder geneigd om om grote middelvinger naar de Amerikaanse, of naar de Federal Reserve op te steken dan een land als Nederland. Nou, het is zo, nou ja. Ja, 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 inderdaad. Ja. En het heeft dus voor dat soort landen veel meer zin om een risico te nemen op een bitcoin. En net als met El Salvador gewoon een paar honderd bitcoins op je balans van je land niet. Wat hebben ze nou nog te verliezen eigenlijk? Ja, precies. Als je er een paar kan bemachtigen, nou. Mm-hmm. Ja. Ja. Het is misschien voor een land een beetje te jong om er echt je reserves in te gaan smijten. Maar ja, aan de andere kant, het bestaat al 10 jaar plus. Ja. Dus het moet een keer komen ook, hè? Ja, ik was trouwens nog ander nieuws. Ik heb het nog niet, ik had het eigenlijk nog niet erin gegooid. Maar zag ik ook van deze week voorbij komen. Dat in Zimbabwe willen ze nou ook een project uitrollen. Om mensen daar aan de crypto te krijgen. Dus, maar dat komt niet vanuit de overheid, hoor. Maar het is uiteindelijk als land natuurlijk gunstig als jouw inwoners zich verrijken met crypto. Want dan hebben ze meer besteedbaar inkomen en kun je ze meer belasting gaan heffen op hun uitgaves en op hun leven. Dus hoe economischer actief dat die mensen kunnen zijn. Hoe wil je mensen op hun crypto belasten? Nou ja, elke keer als jij een drankje afrekent of als jij bij de thuisbezorgd... Ja, ze kunnen een bedrijf inderdaad, ze kunnen een bedrijf belasten, ja dat wel. Ja. Nee, dat bedrijf wordt niet belast. Jij koopt een pizza. Ja, maar via dat bedrijf, hè, dan kunnen ze gewoon btw heffen. Nee, dat bedrijf heeft btw aan jou, dat bedrijf wordt geen btw geheft. Wat ik bedoel is, via dat bedrijf kunnen ze gewoon btw, kunnen ze toch geld van jou pakken. Oh, ja, bijvoorbeeld, om maar even iets te noemen. En dan... Ja, er zijn er dus mensen die zeggen, ja, je moet op elke crypto-transactie, dat is dus onhaalbaar, snap je? Wat zo werkt, crypto geld. Maar ja, je kan wel zeggen, nou, we schaffen de inkomstenbelasting af en we hogen de btw, gooien we een stuk omhoog. Want er is toch niemand meer die werkt, want iedereen die zit alleen maar met zijn bitcoins te spelen, heel de tijd voor zichzelf. Maar we hebben trouwens nog meer berichten. We hebben hier nog Senator Elizabeth Warren. Senator Elizabeth Warren. Die gaat achter de Ethereum-netwerk aan. Met name de fees, want dat is in haar ogen allemaal niet eerlijk verdeeld. Ja, ze heeft iets gevonden, hoor, wat oneerlijk is. Dit is echt geweldig, hè? Dit is een vrijwillig netwerk, in plaats van die dollars waar je dus met een geweer tot gedwongen wordt om het te gebruiken, mag jij zelf kiezen of je Ethereum wil doen en of je wat voor transacties jij doet. En nou zegt Johan, is er dus een artikeltje met een senator die daarover loopt te zeiken dat er dus 100% vrije markt, wat echt vrije markt is, ja, dat kunnen we niet accepteren. Ja, degene die het eerst in het blok gaan, ja, die gaan het eerst in het blok omdat ze zoveel betalen. Ja, dat is niet eerlijk. Diegenen die maar heel weinig geld hebben, die kunnen dat niet permitteren om dan in een blok opgenomen te worden. Oh. Nee, dat is echt wel grappig. Dan hebben ze... dat weten ze dus voordat ze eraan meedoen. Ze hebben zich, kennelijk heeft ze dus zich erin verdiept en heeft ze gewoon iets, met haar socialistische bril op, heeft ze iets gevonden wat niet eerlijk is. Want zo zitten ze gewoon naar die materie te kijken. Hè? Ze doen zo'n bril op, oh, wat is hier niet eerlijk? Daar kunnen wij op scoren.
Weet je wel, als politici. Maar wat denkt ze hier nou mee te winnen eigenlijk? Ja. Namensbekendheid. Ja. Ze willen natuurlijk regels opleggen, hè? Overal regels opleggen. Want dat is gewoon hoe het in hun brein werkt. Alles moet politiek zijn, hè? Dat is een. Ik heb dus wel die algemene beschouwingen nou een beetje, niet helemaal lopen volgen, maar een beetje gekeken. En ik heb echt het idee dat van al die politici gewoon niemand snapt wat crypto is. Niemand. Ja. Ik heb er ook weer een verhaaltje over geschreven. Die schrijven zo'n verhaal, ja, want het is oneerlijk, dit en dat. Nee, zo zijn gewoon de regels. Net als dat het oneerlijk is dat ik mijn belasting alleen maar in euro's kan afrekenen. Dat is ook niet eerlijk. Daar maken jullie ook regels voor, dus. Ja. Ik heb echt het idee dat er zo'n grote clash aan het ontstaan is tussen alle mensen die hun hele leven zonder het internet hebben geleefd en de mensen die erin geboren zijn. En het zijn twee echt steeds verder uiteenlopende werelden. En die politici die hebben echt het idee dat ze die wereld gewoon kunnen maken. Wij bepalen wel even wat er gebeurt. Nee, zo is het gewoon niet. Ja. Maar ja, goed, ja, we zullen wel zien hoe het allemaal verder loopt. We gaan even naar een ander onderwerp toe. EU-landen willen cash. Het briefje van 500 moet eruit. Ja. Ja, dat roepen ze ook al jaren. En de manier waarop ze dat doen, is om gewoon geen nieuwe briefjes te drukken. En dan gaan die briefjes langzaam maar zeker gaan ze stuk. Al die andere briefjes die zijn wel vernieuwd. Ook die van 200 is laatst een nieuwe editie op uitgekomen. Maar die van 500 die gaan ze niet nieuw printen. Ja. Nou, dan ben je er op een gegeven moment ook wel vanaf. Ja. Als je een briefje van 500 hebt in je matras, dan kan je dat nog wel inleveren ergens. Ja, het blijft gewoon. Sommige plaatsen accepteren ze trouwens niet. Hè? Wat ook gewoon totaal tegen de wet is in zekere zin. Want je maakt het dus verplicht om alles af te rekenen in euro's. En op het moment dat je dan die euro's bij je hebt, dan zeggen ze nee, die accepteren we niet. Ja, dan kan je het bij de bank inleveren en dan moet je dus uitleggen waar je het gevonden hebt. Nou, nee. Waarom zou dat dan zijn? Nee, dus die winkels accepteren gewoon niet een briefje van 500. Dan zeggen ze, nee, dat willen we niet. Dat is voor de veiligheid van onze medewerkers. Willen wij niet zoveel cash geld in de kassa hebben. Dus u kan hier niet betalen met een briefje van 500. Ondertussen zegt Frommel, die zegt heks, lost alles op. Maar het gaat over die munten, hexagon. Of heksmunt, hoe heet die? Richard Verne, was het toch? Dat werd ooit een keer als een airdrop aan alle bitcoin wallets uitgedeeld of zo. Die dingen zat er ook naar te kijken, toch? Hoe weet je nou ook alweer? Ik weet niet. Martijn. Ook al die rapper, die hebben wij nog een keer in de show gehad. Ja, ik weet het. Ik weet wel wat hex is hoor, dat is ooit uitgedeeld als een airdrop op in alle bitcoin wallets, toch? Een paar jaar geleden. Ja, dus ja. Daar ging het over. Ja, dus dat dingetje bestaat nog steeds hoor. Nou, die is deze week flink omhoog geklapt, volgens mij heb ik dat laatst gezien. Ja. Oh shit, dan had ik dat gemist. God, en ik heb alles maar in die, hoe heet die nou, gegooid? Cosmos. Ik heb er ook wel lekker op verdiend hoor. Ja. Als we het nou met z'n allen in de i wilden jassen, dan komen we ook nog ergens met het land. Ik moet er mijn mond over houden. Ik moet er gewoon voor ophouden. Ja. Maar even kijken, ja, wat we kunnen verder zeggen over die 500 briefjes. Ja, het is. Maar ja, wat kun je nog mee doen als je ze hebt? Als je ze in je matras hebt liggen? Bitcoins kopen. Ja, oké. Dus wie accepteert ze nog dan? Ja, dan moet je op local.bitcoin.com, hè? Ja, maar er zit iemand anders met een briefje van 500 opgescheept. Ja, oké, wel hè. En dan moet hij uitleggen aan de bank hoe die eraan gekomen is. Het is sowieso, hè. Mensen vragen dus altijd aan mij, waar kan ik er dan mee als ik over die e-guld begin? En dan,
Wat kan je nou met een briefje van 500 dan, behalve in je matrasjassen? Ook helemaal niks. Maar ja, je kan er ook nog mee naar het casino. En als je dan wint, dan ga je met je chippies naar de balie. En dan zeg je, laat het maar storten op mijn rekening. Nou, en dan staat het er ook op. En dan wordt het als onbekende afkomst door de casino geaccepteerd. Ja. In ieder geval Frommel, die accepteert ze ook, zegt hij. Ja. Oh ja, je kan ze ook allemaal nog bij Frommel kwijt. Dan doet die ze wel voor jou inzetten in het casino. We hebben nog de gezondheidsraad die waarschuwt voor... even kijken hoor. Ultrafijnstof. Bewijzen over schadelijke gevolgen stapelen zich op. Ja. Ja. Alle snelwegen in lockdown, jongens. Ja. We hebben de ene ellende, dan volgt de volgende ellende weer. Ik denk dat we gewoon, wat de Matrix ook doet, iedereen zijn eigen couveuse. En dat is het gewoon, dat is het leven. Dat is het veiligst. Hè? Weet je zeker dat er niks verkeerd kan gaan. Gewoon heel je leven in één couveuse. VR-bril op je gezicht en heel de dag door het paradijs wandelen. Frommel is zo terug. Zullen we gewoon wachten tot Frommel terug is? We lullen gewoon door. Ja, we lullen gewoon door. Ik wil nog zeggen van ja, we hebben natuurlijk de corona bullshit gehad. Nou ja, kijken we nou de fijnstof bullshit en de CO2 bullshit. Maar die Chinese bank die omvalt, dat is, of die Chinese vastgoedbedrijf dat omvalt, dat hebben we nog helemaal niet over gehad. Maar dat kan ook nog een financiële coronacrisis worden, hè? Ja, heb ik wel gehoord. Ik heb heel de dag geslapen, maar ik heb gehoord dat de Chinezen hun bedrijf gaan redden. Mm. Ja. Sowieso had de Communistische Partij had gezegd, we gaan geen enkel bedrijf redden. En daarna, ik dacht zoiets van, het is ook eigenlijk in het voordeel van China, want als ze het niet gaan redden, dan is het gewoon net zo'n wapen als dat corona-wapen was, weet je wel? Ja, inderdaad, want er zitten waarschijnlijk heel veel, maar ja, kijk, als je het vanuit China's oogpunt bekijkt, dan zijn ze natuurlijk door die corona best wel genaaid, hè? Want de hoeveelheid geld die er inmiddels circuleert, is echt een stuk meer als wat er voor corona circuleerde. En dat betekent dat China had al die dollars verdiend in de afgelopen zoveel jaar, door er alles maar voor te maken en al die Chinezen maar werken. En die hebben allemaal dollars oplopen bouwen, want dat was eigenlijk het enige land wat er iets voor deed. Ja, en dan wordt ineens die hoeveelheid dollars vertienvoudigd. Nou, dan baal je wel natuurlijk. En als je dan zo'n bedrijf hebt als dat Evergrande en er zit een hoop buitenlands geld in, dan denk je, weet je wat, stikken jullie er maar in. Het kan gewoon een politieke keuze zijn om de schuldeisers niet meer terug te betalen, omdat ze zich genaaid voelen met de manier waarop Amerika dollars bijdrukt natuurlijk. Dus. Maar ik las het laatst inderdaad, het was Madelon Vos had er een... Ik had niks te zien en toen dacht ik... Kijk, ja, die is leuk. Ja, nou, zij had het daarover en toen dacht ik van nou, ik heb eventjes een introductie nodig in het geheel. Dus laat ik eens zeggen wat Madelon erover zegt. Maar toen, er zou dus vandaag, zou die tweede termijn, er zijn twee termijnen en dat eerst was op maandag en die hadden ze niet gehaald. En vandaag was dus de tweede termijn en... Ja, toen hoorde ik gisteren of zoiets van, ja, misschien worden ze toch gered, want blablabla. Bla, bla. Dus het moet vandaag blijken of ze echt niet betaald hebben. En dat weet ik dus nog niet zeker. Ja. Ja, goed. Ja, ik denk van, persoonlijk denk ik van, ja, het is gewoon in het voordeel van China. Ja, ze kunnen ook hetzelfde doen als wat ze met Wuhan hebben gedaan, hè. Gewoon eerst alles isoleren. En dan de buitenlanders eruit laten, weet je wel, met het coronavirus. Snap je? Hmm. Ja.
Dus ze laten het eerst gaan, eerst even al die bedrijven zogenaamd redden. Waarmee ze de crisis eigenlijk nog meer opblazen. En dan, ja, dan laat ze het vrij over de hele wereld. Weet je wel, dat is wanneer het sterk genoeg is om de Deutsche Bank omver te werpen. Ja. Of draaf ik nou te veel door? Dat is dus ook nog niet gebeurd. Nee. Maar in ieder geval de reden waarom dit zo gevaarlijk kan zijn, en kan het zelfs uitspreiden naar de cryptowereld, is natuurlijk omdat door die commercial papers die Evergrande heeft. Hè? Ze hebben allemaal obligaties en daar hebben ze gewerkt in commercial papers en dat hebben ze gewoon als betaalmiddel zelfs gebruikt. En dat zit overal, waarschijnlijk zelfs, ja, dat wordt zijn mensen die daarop speculeren dat het dat heel veel tether gedekt is met hetzelfde commercial paper. Snap je? Ja. En niet met dollars. Interessante. Ja, goed, ja. Denk, ja, ik zit in het vak van mensen die geloven dat als tether omvalt, dat weinig invloed op de crypto heeft. Je kan hooguit een klein dipje, een dip hebben, weet je wel. Wat je altijd hebt, zelfs met dit nieuws zag je gewoon dat Bitcoin een omlaag ging. Ja, maar het herstelt. Of dat het vlucht naar anderen. Huh? Of dat het vlucht naar andere cryptovaluta. Ja, nee. Ik denk niet dat, kijk, dan tether valt en dan zul je even een spike naar beneden hebben, maar dan herstelt crypto zich gewoon weer. Ja, Johan, ja? Hoeveel tethers zijn er in omloop? Ja, een miljard, hè? En hoeveel tethers worden er verhandeld? Miljarden ook per dag. Meer dan dat er zijn, hè? Ja. Oké. Dus wat denk jij dat de gevolgen er zijn als tether niet meer is? Gaan ze toch andere stablecoins gebruiken? Ja, maar daar zal niet in hetzelfde volume worden gehandeld als er in die tethers wordt gehandeld. Nee. Maar ja, waarschijnlijk gaan ze dan tegenover andere, en die mensen willen blijven handelen, ja, dan gaan ze maar tegen andere crypto's handelen. Als zo'n beurs geen dollar heeft. Ja, dan moeten ze maar een krediet gaan. Maar ze willen wel handelen. Ja, dan gaan ze kijken of ze tegen andere coins kunnen handelen. Tenminste, dat zou ik gaan doen, weet je wel. Heel veel mensen blijven toch. Door de tether dollar krijg je wel een bepaald soort liquiditeit in de markt die wat meer stabiliteit geeft. Omdat sommige mensen inderdaad naar de dollarprijs kijken als ze handelen. Ja. Terwijl dat je anders krijg je dus. En dan zegt iemand, zodra het $100 is, wil ik verkopen. En dan heb je dus op een hele rare bitcoin koers ineens een order staan van iemand die er dollars voor wil hebben. Dus het geeft wel wat extra diepte. En het is gewoon voor de 99, hoeveel mensen in de wereld rekenen gewoon alles in euro's, weet je wel. Iedereen rekent in euro's en dollars. Dus ja. Ik vind het wel een interessant verhaal wat je zegt. Ik denk zelf dat er nog een aanval komt op dat tether. Want ik denk dus wel dat het hele crypto verhaal echt voor langere tijd kan stagneren. Om het maar zo te zeggen. En dat er dus als tether wegvalt, dan gaat het voor een heleboel muntjes echt een probleem zijn. Omdat dus de meeste handel in die tethers plaatsvindt. En dan valt dat ineens weg. Nou, en dan heb je ineens dan hangt die prijs wel ergens, maar dan kun je er amper voor handelen op die prijs. Dus. Ja, de meeste beurzen hebben naast Tether hebben ze nog wel eens een andere stablecoin. En ze hebben vaak ook nog een eigen coin, hè? Die hebben ze ook nog. Dus, ja, er zijn naast Tether, die waren de eerste, omdat ze heel veel bitcoins kwijt waren geraakt. En dus iedereen een soort van punten moesten gaan geven wat ze aan verlies hadden. Nee, maar wat ik mee wil zeggen is van, ja, als dat wegvalt, ja, dan er zijn nog alternatieven. Dus het hek is dan nog niet van de dam. Dat bedoel ik. Nee, maar Tether is wel een ander muntje als de Coinbase dollar of zo. Ja. Maar ze hebben vaak ook nog een tweede stablecoin, hè, die de meeste beurzen, of een derde zelfs. Ja, maar die zijn dus geen van alle in de buurt van de grootte van Tether. Nee. Maar goed, ja. Nee, maar goed, dan laten we verder gaan. Ja, dat is inderdaad wel een puntje.
Dat we verder moeten gaan? Ja. Die staat er volgens mij niet bij, hoor, als punt. Sorry. Ja, dat klopt. Laten we even twee punten teruggaan. Lege schappen dreigen in Groot-Brittannië door de plotselinge CO2-tekort. Ja, dit heeft een uitleg. Een deel van de schappen, dus niet alles, maar een deel van de schappen. Producten waar CO2 bij zitten, zoals frisdrank, nou, boeien. En ook sla, wat met CO2 verpakt wordt, dat wordt er ook door getroffen mogelijk. Ja, heel vervelend allemaal. Oké. Okay. Ja. Hoe komen ze aan een CO2 tekort? Ja, er waren twee kunstmestbedrijven die gesloten werden op last van de overheid. Mm. En die hadden als bijproduct dat ze dus CO2 maakten. En die CO2 die wordt gebruikt in allerlei voedingsverpakkingen. Die dus houdbaarheid moeten garanderen. En dan blazen er een beetje CO2 in de verpakking. En dan, ja, en dan gaat het minder snel bederven. Nou, en die CO2, dat bedrijven er moesten sluiten. Maar nu is er ineens een tekort aan hun bijproduct van CO2. Waardoor dat allerlei voedselbedrijven nou een probleem hebben met het aanleveren van hun product. Dus het is geweldig doordacht. Het zal vast iets met het klimaat te maken hebben. Dat Groot-Brittannië die dingen sluit. Dat dacht ik gelezen te hebben namelijk. Het kwam door gas. Doordat er minder gas beschikbaar was. En toen is er keuze gemaakt om niet het gasverbruik in die kunstmestfabrieken te laten plaatsvinden. Voor kunstmest is namelijk gillend veel gas nodig. Oké. En dat was reet te duur en er was te weinig van. En details weet ik er niet meer precies van. Maar dat is de reden dat die kunstmestfabrieken zijn stilgericht. Oh, en ik zie nu ook dat er dus ook met CO2 worden ook varkens geslacht. Dus die worden dan in zo'n smalle goot gedropt, die heel diep is. En die laten ze dan vol met CO2. En dan sterven die varkens omdat ze stikken. Maar die CO2 hebben ze dus ook nodig voor om varkens te slachten. Dus misschien gaat het zelfs door naar je ontbijtspek. Binnenkort geen ontbijtspek meer bij het ei. En er staat nog een quote tussen: zonder CO2 wordt kerst dit jaar gecanceld. Dus ze zeggen zelfs dat het, omdat ze dan nu dat daarachter komen en dat kunnen ze niet zo snel weer even terugkrijgen. En dan heb je dus deze kerst geen kalkoen. Dit is een soort rendezvous. Dat zou door corona toch ook geen kerst krijgen? Nou ja, ik weet niet met hoeveel mensen hier normaal je corona viert. Maar nou moest je voor 12 uur thuis zijn of zoiets, toch? Ja, ik heb volgens mij niet eens gevierd, joh. Het was weer... Ik kan mijn reet roesten dat kerst, maar goed. Sommige mensen hechten er waarde aan. Eerst het punt maken en dan zeggen, ja, maar het maakt me toch niet uit. Nee, maar voor heel veel andere mensen is het... die hebben er wel wat mee, ja. Dus, Vooral kerst is vooral een mooie tijd om echt de terreur van de staat tot een maximum te drijven. Het is ook altijd leuk om dan mensen zo vlak voor de kerst uit hun huis te zetten en zo. En dat soort dingen. Dat je echt de mensen goed bang maakt dat ze het er met z'n allen flink over hebben als ze met de kerst bij elkaar zijn. Ja, goed. Even kijken. Ja, dan hebben we hier het vrolijke gezicht van Hugo de Jonge, tegenwoordig met baard. Altijd natuurlijk goed nieuws. Ah, hij heeft de show gekeken, denk ik, Johan. Maar hij denkt, die Yoshi, dat moet ik ook eens proberen. Dat ziet er goed uit. Die baard. Ja, hij heeft mijn show lopen bekijken. Ja. Ik denk, nou. Alleen die pruik dan nog, hè? Alleen die pruik nog, ja. En die rode neus. Ik denk, is dat misschien die baard... Nou, als hij een rode neus op doet, dan wordt iedereen helemaal gek. Dan zeggen ze, hey, 1,5 meter. Maar misschien is dat die baard om dat te verhullen, dat die wangen van hem een beetje aan het door al zijn speedgebruik.
Gaan die, denk je nou echt dat... Nee, die gebruikt geen speed. Die gebruikt minimaal coke. Ja, ik weet niet, speed. Die ogen af en toe... Ja, hier zijn die ogen niet helemaal zo wijs. Maar af en toe heeft hij van die... cocaïne ogen. Ja, en is er meer speed, hoor. Meer speed, die ogen. Ja, dat is zoveel weet ik ook niet van die drugs. Maar... Oké, okay. Speed. Speed-oogjes. Je ziet dan van die verkrampte kaken erbij. En dat is heel erg... Ja, misschien dat hij slechte coke heeft. Dat ze hem afschepen met slechte coke. Ja, kan. Er waren toch ook van die flakes uit zijn neus. Toen was hij aan het praten en toen vielen er van die witte puntjes uit zijn neus. Oh ja. Ik weet niet of het echt is, hè, want ik kijk alleen maar op het internet allerlei rotzooi. Dus ja. Soms dan, kunnen ze heel goed photoshoppen, maar... Ja. In ieder geval, we hebben het natuurlijk niet over de drugs gebruikt. Dat is niet de reden dat we dit bericht hier hebben. Maar de jongen die waarschuwt, wie... Maar er staat hier voor het toilet naar binnen moeten gaan. Dus wij dachten van, hij gaat even een lijntje op de wc nemen. Nee, als jij naar binnen wil gaan. Oh ja. En dan moet je ook je QR-code scannen. Ja. In China doen ze die PCR-testen doen ze anaal, hè, die testen. Oh man. Dat lijkt me ook wel wat om in Nederland van dat soort regels te doen. Ja. Ze denken, ja, als je dan naar het toilet gaat, dan moet je eerst even getest worden. En dan, ik kan het af en toe niet laten. Het is natuurlijk, ja, als jij naar de jongen wil luisteren, dan moet je dat doen, hè. Alleen discrimineer je dan wel. En dat komt op jouw geweten. Als je je daarin mee wil, wie weet hoe je er over 5 jaar op terugkijkt, dat je er aan meedeed. Heerlijke manier om ernaar te kijken. Ja, ik bedoel, ik zit ook elke dag met een kalauwspruik op. Dat denk ik ook wel eens, misschien zit ik aan de verkeerde kant van de geschiedenisboekjes, maar ja. Je zit in ieder geval dan wel aan de leuke kant van de geschiedenisboekjes. Ik zorg er in ieder geval voor dat ik het gezellig heb. Dat wel, ja. Ja, het is voor mij onbegrijpelijk dat het nog steeds serieus genomen wordt. Maar ik heb toch wel het idee dat er echt wel een kentering aan het komen is met dit, zeg maar. Ik heb het idee dat de Nederlanders toch niet zo... Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik moet maar zien, maar zelf, hè, Johan en Peter gingen zelfs demonstreren laatst, dus... Ja, en de komende weekend weer, hè? Er is wel iets aan het gebeuren. Alleen die mensen weten dus niet wat ze moeten doen met hun onvrede. Want als ze gewoon het geld van het treinkaartje zouden uitgeven aan e-guldens, en ze zijn met zoveel, dan hebben we morgen een ander Nederland. Ik heb een tekst geschreven, hij was in het Engels, dat dan weer wel. Over democratie, die was mij aangevraagd. Schrijf eens wat over democratie. Dus stemmen doe je met je portemonnee namelijk. Dat is mijn standpunt. Je kan wel met z'n 500.000 op een plein gaan staan. Maar als je gewoon met z'n allen een ander geldsysteem gaat gebruiken waar zij geen macht over hebben, ben je in één keer klaar. En dat, ik roep altijd e-gulden, dat hoeft niet te zijn. Maar dat is wel de oplossing. Je moet een deel van jouw economie buiten hun zichtsveld gaan plaatsen en ervoor zorgen dat ze niet daarvan kunnen profiteren. Want alles waar zij van profiteren gaat uiteindelijk tegen jou gebruikt worden. Of het nou in de vorm is van een ME-knuppel of een vaccinspuit die ongetest is. Ik bedoel, ja. Ik vind het, voor mij is het zo logisch dat het met geld te maken heeft. Maar de meeste mensen die, ja... Ik weet het niet. Het gaat langzaam in ieder geval. Ja. Mm-hmm. Het gaat vanaf zaterdag in, hè? Deze QR-code. Ja. Ja, ik heb er morgen al mee te maken. Want ik ga naar een evenement van bedrijf voor werk. En die horeca-uitbater staat er dus op dat je... gewoon met zo'n geldige QR-code aankomt zitten. Dan heb je die niet, dan kun je niet naar binnen. Dus vanavond heb ik me voor het eerst nasaal laten penetreren. Wel echt door een leuk meisje. En ze duwde niet zo heel erg diep, maar wel net diep genoeg
dat het ja, toch wel vervelend was. Maar soms betaal je daar ook voor. Hè? Dus dit was gewoon gratis op kosten van de belastingbetaler. Dus, wat je uiteindelijk ook zelf weet. Maar... En het grappige was, het waarmee ze dat deed, dat is gewoon wat ik hier ook heb. Dat is van Roche, zo'n testsetje. Dat is gewoon precies dezelfde testset is dat. Alleen het enige wat je dan hebt, is dat we dan een QR-code ophalen is via die QR-code-app. En ja, goed, dat is dus de enige negatieve verrassing was nog toen ik die uitslag kreeg. Het was uiteraard negatief. En toen stond erbij dat je de komende 24 uur een geldige QR-code hebt. En ik dacht van, what the fuck, ik ga ook nog op familieweekend. En daarna, en dan moet ik dus alsnog weer morgen een nieuwe afspraak maken voor nog een keer 24 uur toegang. Dus het is gewoon ruk. Wat dat betreft. Ik dacht dat het 48 uur was. Is het 24 uur? 24 uur. Ja. Dus als jij. Dan moet je iedere dag zo'n test nemen. Ja. Ja, en als ik morgen. Dat kost dan 7,50. Nee, het was gratis. Tenminste, de belastingbetaler betaalt het natuurlijk gewoon. Hè. Dus de economische stimuli kwam vandaag in het nieuws. Dat door coronatesten ook de economie weer verbeterd was. En dus het kostte vandaag geen geld in ieder geval. Het kostte belastingbetaler geld. Ja. En nou ja, goed. Het is 24 uur geldig, dus morgen weer. 17:15. Man. Flabbergast schrijft hij nog. Waar is die Peter toch? Peter heeft visite, Flabbergast. Vervolgens schrijft hij, ik ga niet naar een QR-feest, dan is de feeststemming er al vanaf, schrijft hij. Ik zou zeggen, Flappergast, ik ging dus heel veel uit eten. Ik heb echt 3 jaar of zo, elke dag ben ik uit eten gegaan met wie dan ook. En sinds die corona, en gingen ze op een gegeven moment gingen ze je bedienen met van die mondmaskers en van die, voornamelijk mondmaskers, we hadden ze nou van die schermen voor hun gezicht en zo. En toen vond ik het plezier er ook wel een beetje van afgaan. Hè? Dat je dus bediend wordt door iemand die dan... Jij mag dan zonder mondkapje. En dan moet die bediening die moet de hele dag met zo'n mondkapje rondlopen. Dat vond ik ook, toen ben ik eigenlijk ook al gestopt met... ik ben gewoon zelf eten gaan kopen. Ik kan zelf ook kopen. Ja, dat is ook wel raar inderdaad. Dat... en zeker buiten de bediening gewoon met mondkapjes rondloopt. We zijn in dit dorp overigens wel getegend met een café, het enige dorpscafé wat er is, wat heeft aangegeven dat ze niet aan dat soort maatregelen gaan meedoen. Dus hopelijk komende week wel weer elke avond even een paar pinten pakken daar om ze te belonen. Ja. Ja, ik ben toch wel benieuwd hoe lang je dat volhoudt en wat je doet als er een keer een boete op de deur valt en zo, weet je wel. Ja, want uiteindelijk met dat rookverbod is ook iedereen overstag gegaan uiteindelijk. Ja, nou, maar daar hopen ze ook op, dat mensen gewoon door continue boetedruk overstag gaan en capituleren. Ja. We gaan het hier nog zo nog even verder over hebben, maar hier nog even een artikeltje in de Trouw van een ethiekstudente. Ja, volgens mij is ze eerder studenten van Jozef Goebbels, maar dit was echt tenen krom, want ik weet niet of jullie dit gelezen hebben. Nee. Ja, de titel zegt echt alles. De coronapas is juist een teken van echte democratie. Ja, nou, dan verwijs ik toch even naar mijn stukje democratie op mijn website. En dan, misschien heeft ze wel hartstikke gelijk. Nou ja, het is wel het resultante van het Nederlandse democratische proces. Dus in dat opzicht heeft ze wel gelijk. Even kijken hoor. De keuze om de kwetsbare mensen te beschermen, is het goed te rechtvaardigen om een QR-code te vragen voor de toegang, schrijft de ethiekstudent Hubble de Pub, Doortje. Ja, de rest dat ga ik niet eens lezen, want het gaat op dezelfde tenenkrommende manier weer verder. Maar nou, echt... gauw naar de volgende, we hebben genoeg artikelen. Ja.
Maar ja, dat is inderdaad hoe ze het proberen dan aan te prijzen. Met dit soort artikelen, met dit soort bullshit wordt het dan in de kranten allemaal aangeprezen. Maar ja, toch valt niet iedereen ervoor. Onder andere... Als je dus met mensen erover praat en ze zeggen, ja, ik heb me laten vaccineren, want ik wil reizen en anderen beschermen. Nou, dan weet je al dat ze totaal geen goede argumenten hebben. Dan kun je ze willen reizen. Ja, dan kun je er wel een gesprek mee gaan voeren. Maar dat is ook voor dit soort mensen. Ja, als jij in die overtuiging bent, nou, dan gefeliciteerd daarmee. Ik hoop dat je niet al te boos bent dat ik af en toe een clownspruik opzet. Want ik vind het helemaal nergens op slaan. Wie het ook nergens op vindt slaan, nou ja, dat is niet helemaal waar. Maar in ieder geval wie je er verder niet op wil handhaven, althans dat zegt ze, dat is mevrouw Halsema. Dat is inmiddels herroepen, want ze heeft gisteren toch weer gezegd dat ze het wel ging doen. Door even weer een kamertje ingetrokken en even weer goed gebrainwashed. Wil je nog burgemeester blijven of wil je burgemeester worden van Lutjebroek? Hier heb je nog wat extra om je budget aan te vullen. Dan kun je weer wat extra boa's voor aannemen. Ja. Nou, dan kunnen ze weer door. Dus, gaat niet door, maar je kan er vergif op innemen dat als die boa's het daar in Amsterdam te gortig maken... dat ze daar dan de volgende dag, of in ieder geval zondag, weer last van hebben in de stad. Dus ik denk dat het wel zal meevallen in Amsterdam eigenlijk. En er zijn ook heel veel cafés, dus de kans dat je met die terroristen van de overheid te maken krijgt, is niet zo heel erg groot. Was het eigenlijk gewoon een bedelbrief van Halsema van, ja, we gaan niet op handhaven, met andere woorden, we willen extra geld voor agenten. Weet je wel? Wie weet, ja. Nee. Niet die indruk. Ja. In ieder geval een andere Amsterdammer die er niet aan mee gaat doen is Hansje Teeuwe. De koning van de lach. Is dat een Amsterdammer? Ik dacht volgens mij woont hij in Amsterdam, toch? Nou, hij klinkt volgens mij wel heel Brabants, hoor. Ja, daar komt, daar komt hij wel vandaan. Ja, dat klopt, ja. Oh. Met zo'n achternaam, dan kom je uit Brabant. Ja. Ja, tenminste, ik zou echt niet weten waar hij vandaan komt, maar... Ik probeer het op te zoeken, maar ik kan zal het niet vast vinden. Wel ergens op de Wikipedia staan. Udel. Ah, kijk, ja. Nou, jij had een paar filmpjes gemaakt. Ik had er ook op eentje gereageerd. En toen had hij zijn publiek een beetje meegenomen in zijn keuze van ga ik wel of niet door. En uiteindelijk kwam er dan een filmpje van, nou, ik ga toch maar niet door. Ik denk niet dat Hans Teeuwe echt de show in de planning had. Maar nou heeft hij een goede reden om ook niet meer een nieuwe show te maken. Maar hij zei van, nee, ik kan dit niet. Ik ga er niet mee en ik ben geen... mijn geweten weerhoudt mij om hier aan mee te doen. Zoiets was het. Volgens mij heeft hij in het verleden ook gezegd dat hij eigenlijk dat optreden helemaal niet leuk vindt. En dan is het meer omdat hij dan iedere avond dezelfde show moet doen. En dat vindt hij gewoon vervelend eigenlijk. Dus hij doet liever gewoon één show. Maar misschien... Ik heb het lang geleden ooit een keer gehoord. Maar, ik had voorgesteld dat hij huiskamerconcerten zou gaan doen. Met als apotheose, met als hoogtepunt. Ja. Dat hij dan bij de mensen thuis allerlei marsen over de muur zou uit gaan smeren. Dat lijkt me wel wat. Dat je dan Hans Teeuwe kan inhuren. Die komt dan bij jou langs. En die neemt dan 12 marsen mee. En die smeert hij dan zo over die witte muur uit. Ja. Als een soort artiest. En die kun je dan ook laten hangen. Een paar maanden. Een soort Hans Teeuwe experience. Bij je thuis. Okay. Als je niet in grote groepen. En met die QR-codes en zo. Ja. Ik zie daar wel. Volgens mij kun je daar wel wat van maken. Zo'n soort huiskamer... concert. Ja, stel het dan voor, joh. Ja, ik had gereageerd op een van zijn video's, had ik geschreven. Had hij nog gereageerd? Nee, ik heb geen reactie. Ik had gezegd dat hij maar naar Lieberland moest komen, omdat je hier wel zonder QR-code mocht optreden. Dus. Ja, ja. Maar ja, in ieder geval, ja, de corona maatregelen, dat trekt een... Oh, god.
Fuck off. Ja, stomme cookie. Dat ook zoiets. Hè? Oh man. Weer een cookie melding. Nee, en ik wil geen alert. Godsamme. Ik ben al alert genoeg. Ja, ja, ja. Nou ja, in ieder geval de coronamaatregelen trekken een wissel over dit land. En ja, hier... ja, goed, als je het bericht leest, dan zit het vol met vermoeden. Hè? Vermoeden dit, we vermoeden dat. En misschien, fuck off. Weg. Je wilt niet weg. Wat is er nou aan de hand, Johan? Jullie zien dat niet, hè? Maar ik heb... de kijkers zien het wel, maar er zit een melding van de NOS en die wil niet weg. Hoppa. Eerst een cookie melding, vervolgens nog een cookie melding. Oh, nou. Weer een melding. Weer nog een keer opnieuw. Ja, ja. In ieder geval, de coronamaatregelen trekken een wissel over het land. En ja, hier ook door dit koppel, dit stel uit Almelo. Waarvan de een dood in een kofferbak belandde, terwijl de ander dan zijn polsen doorsneed en bij het ziekenhuis. Nou ja, wat een verhaal, joh. Wat een verhaal. Ja, moet bijzeggen, het staan, als je het goed leest, dan zie je allemaal vermoeden. We vermoeden dit, we vermoeden dat. Ja. Dus er wordt vermoed door vrienden van hun dat, ja, dat de oneenigheid binnen de relatie over de coronamaatregelen, dat dan de oorzaak zou moeten zijn. En ik bracht dit bericht samen met een ander bericht. Dus misschien is er sprake van een trend. Namelijk een Duitser die een pompbediende doodschoot vanwege oneenigheid over het mondmasker. Ja. Dat is ook een maf verhaal, ja. Die had ik gedeeld. Ja, ja, joh. Ik vraag me dan af, zijn dat dan coronaslachtoffers of niet? Als jij in Duitsland was er een pompbediende die gewoon zijn werk stond te doen. Om het, ja, hè, wat moet je ervan zeggen? Maar zijn baas had besloten dat je alleen het pompstation mocht treden met een mondkapje. Dus er kwam een man zonder mondkapje binnen. En toen zei hij, je mag hier alleen met mondkapje. En toen zei die man, oh dat is goed, dan ga ik even een mondkapje halen. Nou, toen ging hij weg. Een uur later kwam hij thuis terug met een mondkapje. En toen weet ik het wat. Dus legde hij neer wat hij nodig had op de toonbank. En toen wilde hij afrekenen. Trok hij zijn mondkapje af. En toen zei hij van, en nou, ga je me nou niet bedienen? En toen zei hij, nee, je moet nou weer een mondkapje, je moet eerst een mondkapje op. En toen trok hij een geweer en toen schoot hij hem door zijn hoofd. Nou, ja, een zieke gast. Ja, zieke gast, oké, okay, maar... Ja, ik tenminste niet ik, maar het valt in de lijn der verwachtingen van meerdere wetenschappers, dat als je mensen onder zulke druk blijft zetten, dat het zulke malote dingen ook gaan gebeuren op een gegeven moment. Ja, maar dat mag geen excuus zijn dat ook echt te gaan doen. Het is gewoon een walgelijke daad. En ja, je kan ook wat vinden van dat mondkapjes opdoen en zo, maar ja, dat is wel gewoon een duidelijke regel. En het is zeker geen reden om iemand kapot te schieten. Alleen nee, dat sowieso zieke, niet natuurlijk. Nee. Het echte zieke, of nog veel ziekener, ziekergeur, of hoe je het ook wil zeggen, is dat je dan vervolgens ook in de Duitse media het ziet als... waarbij ook queerdenkers, zoals die mensen heten, dus echt gewoon racisten of extreemrechtse mensen noemen ze een queerdenker of andersdenkende. Zo, dus gewoon een virus waar dan weer in de hoek worden gezet. En dat is het echte evil wat je rondom deze moord ziet. En dat is iets wat ja, typisch is voor Duitsland van vandaag. Sterk gepolariseerd. Een hele grote groep mensen die het helemaal heeft gehad met de manier waarop Duitsland wordt geleid. En ook een andere groep die braaf tv kijkt waarschijnlijk. En al die talkshows die zo geroemd worden van een uur kijken. En het allemaal wel prima vinden. Ja, dit helpt niet om de sfeer gezelliger in Duitsland te maken. En dat is volgens mij, Lucas, is de grote verschil tussen die twee groepen, dat de ene groep wel veel internet gebruikt en de andere niet. En die groep oudere mensen die dus amper internet gebruiken, dat zijn wel de mensen die hun hele leven al gewerkt hebben en dus met het merendeel van het geld het hele systeem ondersteunen, om het maar zo te zeggen. Of tenminste niet ondersteunen, maar wel hebben opgebouwd met hun jarenlange arbeid. Dus, en vermogen hebben. En vermogen hebben, ja. En ook nog eens,
vaak de grootste groep van het hele land vertegenwoordigen, omdat ze allemaal net na de oorlog geboren zijn, of in ieder geval vanaf de oorlog, en vanaf de oorlog worden er steeds minder mensen geboren, en dus ja, die grote groep mensen is uiteindelijk nog steeds wel de meerderheid in dit land, maar die worden gewoon totaal voorgelogen op dit moment in hun hele bestaan van wat ze voorstellen. Die mensen wordt verteld vanaf hun geboorte dat ze minkukels zijn en de overheid met alles nodig hebben en beschermd moeten worden voor alles wat er maar in hun leven kan voorkomen. En die mensen zijn daar wel mee akkoord, nog steeds. Ik moet het misschien niet zo zeggen, maar nu zeg ik het. Mijn ouders, ik zal dan niet zeggen welke van de twee, maar die zei dus laatst, ik vind het zo jammer dat het internet er is. En toen dacht ik, want ik vind het helemaal niet meer leuk zo. En toen dacht ik, ja, met zo'n instelling, weet je wel, dat is dus wel echt hoe zij erover denken. Ik heb liever maar geen internet, want vroeger was het tenminste nog aangenaam, weet je wel. Wij hoeven dat allemaal niet te weten. Laat ons maar gewoon dom zijn. En laat er maar gewoon misbruik van ons gemaakt worden, zolang dat ik het maar gezellig heb in mijn leven en over al die teringzooi niet hoef na te denken. Maar ja, in mijn wereld ben je dan dus wel mede verantwoordelijk voor al die misdaden die er uit jouw naam gepleegd worden. Dus daarom kan ik er niet aan meedoen. Want ik wil geen belasting betalen aan een land wat illegaal bommen op Syrië gooit omdat ze een gifgasaanval hebben verzonnen. Ja, en ik kom er wel achter, omdat ik dus het internet heb. En als jij alleen maar naar de televisie kijkt, dan denk je dat Assad zijn mensen loopt te vergassen. En als je het internet hebt, dan zie je dat er wellicht een heel andere verklaring voor is. Dus dat zorgt gewoon in mijn ogen voor de tweedeling. En dan kun je man, vrouw, zwart, wit en blablabla. Maar volgens mij is de grote verschil in de huidige tijd dat sommige mensen wel het internet voor waarheid aannemen en weten hoe ze het moeten gebruiken en waar ze dingen kunnen vinden. En een ander gedeelte, en dat is nog steeds het gedeelte met het meeste geld en de meeste mensen erin, die dus dat niet hebben en die, ja, in mijn ogen dus de verkeerde beslissingen met de verkeerde informatie nemen, maar zelf wel volledig denken dat ze gelijk hebben. Ja, en ook omgekeerd, hè. Dus ook mensen die alleen focussen op wat ze op het internet lezen, alleen de voor hun welgevallige berichten, hebben ook die neiging om dat te doen. Maar je ziet dan dit voorval wel weer in de tv-wereld, zeg maar, om dat wereldje maar even zo te noemen, zie je wel dat deze moord wel gezien wordt als het... waarbij alle queerdenker, dus alle AfD-stemmers, zeg maar, medeplichtig en verantwoordelijk zijn door de hetserij. En dat versterkt nog wel jouw verhaal, wat ik wel een goede theorie vind. Klinkt wel plausibel. En het wordt er niet gezelliger door in Duitsland. Nee. Het zijn grote groepen ontevreden. Ja. Dus zondag spannend met de verkiezingen. Maar ja. Merkel gaat het sowieso niet winnen, toch, hè, deze keer? Want die doet toch. Die gaat toch. Oh, die doet niet mee, inderdaad. Dus het wordt sowieso iemand anders als Merkel. Of stemmen ze daar niet voor? Ik weet het niet. Ja, voor de bundespresident. Nee, dat niet. Voor de bundeskansler. Ja, de nieuwe Merkel in ieder geval. Ja, de nieuwe Merkel. Oké, dus Merkel doet niet mee en ze krijgen sowieso iemand anders dan haar. Ja. Ach goed, als je die Merkel ook ziet, die heeft echt de beste tijd wel gehad. Dat was al vanaf het begin, zo zag ze er al uit, hoor, dat ze de beste tijd gehad had. Ja, heel vermoeid in het begin. Maar ze heeft uiteindelijk wel Duitsland er gevoelsmatig bovenop geholpen. En het weer tot grote hoogte weten te stuwen in de jaren 2008. Dat doet zij niet, dat doen gewoon de hardwerkende man en het bedrijfsleven en de bevolking doet dat. Zij niet. Ja. De bevolking doet het ondanks haar. Zij heeft er wel voor gezorgd dat mensen optimistisch waren over de gang van zaken. Dus.
Ik denk dat de hoeveelheid marihuana die daar te krijgen is, dat eerder doet hoor. En het bier. Ja. Aan de andere kant, laten we nu ook maar zo snel mogelijk richting de DDR weer gaan. Oh man. Denk je nou dat ze in Duitsland eenzelfde trage regeringsprocedure gaan krijgen? Dat je op een gegeven moment al die overheden demissionair zijn of... Na de uitslag van de verkiezingen in overleg. En dat het allemaal. Of om deze hele. Ik vind dat het dus een coup aan de gang is. Dus om dit hele verhaal makkelijker in de banen te leiden. Dat die Merkel er dus alsnog een paar jaar zit. Omdat ze geen nieuwe kandidaat kunnen aanwijzen of zo. Bestaat die mogelijkheid, denk je? Nee. Er zal er één komen. SPD waarschijnlijk. Oké. Maar we hadden ook nog het andere berichtje. Dit ging dan over een stel die, ik zal het even heel snel noemen. Die, kijk, de man liefst zat in een hardrockband. En die had een 10 jaar oudere vriendin. En die zat volgens mij in de wietplanten. Zij was zeg maar heel erg anti-coronamaatregelen. En hij was best wel voor. En nou ja, in ieder geval de relatie, ja, dit soort gevallen, als ik dit zo lees, dan denk ik, waarom blijf je dan nog bij elkaar? Weet je wel. Maar even voor duidelijkheid, hij was voor, maar uiteindelijk is zij overleden. Ja, het is in ieder geval, hij was nog wel iemand die zichzelf inhield. En ja, op een gegeven moment denk ik dat bij hem de druppel overliep. En dit is nog maar een beetje gokken wat er nou gebeurd is. In ieder geval, zij werd dood aangetroffen in een kofferbak. En hij was bezig zijn polsen door te snijden. Ja, maar dan is dus in dit verhaal, want dat gaat dan tegen wat Lucas net zei. In dit verhaal is degene die dus voor alle vaccinatie en maatregelen is dus door het lint gegaan. Ja. En niet degene... Die zijn mondkapje niet op wilde doen. Nee, maar we moeten even kijken, even de karakters kijken. Zij was nogal heel erg aanwezig, wordt ook hier genoemd in het artikel. En hij is een beetje een binnenvetter. Zo, ja, ook bij binnenvetters barst op een gegeven moment ook de bom. Hè? Dan zijn ze op een gegeven moment ook zat. Ja, dat zijn er erg. Nou, in ieder geval hartstikke sneu wat er gebeurd is. Dus ja. Mocht er een nabestaande luisteren, we leven met jullie mee, gecondoleerd. En het is natuurlijk ook niet goed te praten wat er gebeurd is. Je weet het soms niet, we hebben twee kijkers, maar zo, het kan soms ja, het zou, in de familie kunnen zijn. Dus, hij was bassist in een Iron Maiden tribute band. En dat was zijn lust en zijn leven. En voor de rest, ja. Goed, ja, nou ja, jammer. Ja, ik denk ja, op een gegeven moment als dit soort stress, ik denk dat er wel meer van dit soort dingen gaan komen hoor. Dus, Het wordt al een jaar voorspeld door allerlei sociologen en die zeggen dit gaat zo'n druk op de maatschappij zetten die uiteindelijk escaleert en dat is het grootste gevaar van waar we nu mee bezig zijn. Je zag het ook al in Frankrijk, was er ook een vechtpartij uitgebroken tussen mensen die voor en tegen de maatregelen zijn en die stonden op straat. Gewoon met een groep van een paar honderd man met elkaar te knokken. De mondkapjes tegen de zonder mondkapjes. Ja, waarvan ook dan wel speculatie was dat een deel van die stille agenten waren. Alleen het waren er wel heel veel. En ook zaten er mensen tussen waarvan ik dacht van ja, dat zou ik niet als een politieagent klassificeren. Maar dat gerucht ging ook nog. Ja, ja, ja. Nou, het waren wel... Ja, het is gewoon op een gegeven moment burgeroorlog, hè? Ja, het is toch wel wat politici willen, hè? Die, die hebben dit nodig, hè, politici. Politici? Politici, ja. Die hebben die rellen en die onrust, die hebben dat nodig, dat... Kunnen ze de aandacht afleiden van hun eigen falen. En dan zegt ze, oh, dus hier hebben dan heb je een grote stille meerderheid en die wil gewoon rust hebben. En die gaan dan stemmen op degene die zegt, er moet meer blauw op straat. Ja.
Dus er is wel eens onderzoek geweest, hè. Als er een... elke keer als er bijvoorbeeld in de VS onrust was, dus rassenrellen en dat soort dingen, dan gingen de meeste mensen stemmen op de politicus die de meest autoritaire uitspraken deed. Ja. Ja, dus heb je belang bij dat soort events. Ja, ja, ja. Dus zodoende, ja, dus die politici die vinden dit alleen maar prima, joh. Die staan hier gewoon met een stijve pik naar te kijken. Toch een beetje gestaged misschien. Even kijken. Oh ja, daar hebben we Trudeau. Ik zal het filmpje even afspelen. Even kijken hoor. Ik had het hier. Oh, ik weet niet of ik het hier in deze scène heb. Ja, ik ga het gewoon proberen. Ja, ik heb hem hier staan. Komt ie. Jongens, moeten jullie even stil zijn, want Trudeau is even aan het woord. We're paying for the provincial vaccine passports to make sure that when someone comes into a restaurant, they'll know they won't be sitting beside a table of people who are unvaccinated. When you go into a gym, when you go to a movie theater, you need to know that if you've done the right things, you get to be safe. You get to be rewarded for having done the right things. That's what it's all about. And those people who still hesitate, who still resist, well, they won't get to enjoy the same things that those who've done their part for others. It seems like a very logical thing. It seems like a very obvious thing. Hoppa. Ja, goed. Ik kan me eigenlijk niet meer herinneren wat hij nou exact woordelijk zei. Maar het ging er, wat ik me nog van kon herinneren is dat hij eigenlijk zat, hoe noem je dat? Sigaar uit eigen doos aan het weggeven was. Dus in dit geval is dan jouw vrijheid is de sigaar. En die kan je terugkrijgen als jij je aanpast aan het systeem. Dus daar komt het in het kort op neer. Dus ja, het is tenen krommend natuurlijk. Ja, het is echt schokkend. Met dezelfde afkeer als waarmee Gideon van Meijer werd behandeld in de Tweede Kamer, luister ik naar deze Trudeau. Ja, we kunnen er nog verder over zeggen. Het is... Het zijn gewoon terroristen, Johan. Klaar. Mm-hmm. Ik denk dat die mensen echt zelf het geloof hebben dat ze goed bezig zijn. Ik denk ook dat een heleboel van hen dwalen door foute informatie die ze doorgespeeld krijgen van gecorrumpeerde informatie. Mm-hmm. Instituten zoals de WHO. En ja... Het is diep triest dat niemand in de gaten heeft wat er hier nou aan de hand is, wat ze hier nou aan het doen zijn. Of tenminste, het komt wel, maar dat het dus überhaupt zo ver is gekomen, ja, is toch wel zorgelijk. We moeten hier echt wel iets mee van leren, van heel dit gebeuren. Hoe dom wij als massa eigenlijk zijn. En dat we dus die hele televisie echt... niet leidend moeten laten zijn in wat wij denken. Snap je? Dat je altijd moet blijven praten met iedereen. Ja, je moet sowieso geen massa willen zijn. Ja. Ja, maar als die massa, als die niet-massa de verkeerde kant op gaat, dan ja, misschien moet je dan juist weer wel massa zijn. Je moet gewoon zelf goed blijven nadenken. Ja, het probleem is dat er gewoon een collectief is. Dat er te weinig mensen zijn die gewoon voor zichzelf denken. En te veel mensen zijn die gewoon zich laten leiden, kudde zijn, zeg maar. De hele dag voor de tv zitten en alles maar klakkeloos geloven wat de politici en iedereen hun wat hun wijsgemaakt wordt. En die dus zelf niet in de gaten hebben dat er gewoon tegenstrijdige berichten in hun redeneringen zitten. En die dan zeggen, ja, ik vaccineer me voor een ander. Zo werkt het niet. Snap je? En dat hebben ze dus zelf niet in de gaten. Dat is er zo gevaarlijk aan. Dat ze allemaal zeggen, ja, we vaccineren elkaar voor elkaar. Ja. Nee, dus. Je doet het voor je vakantie. Ja, Johan. Het is mooi. Ja. Ja, we zullen het zien. Over 2 dagen dan gaan we het meekrijgen wat er echt gaat gebeuren. En of mensen het pikken. Ja, ik weet het niet. Ik,
Het is heel simpel, hè? Je moet gewoon je geld niet meer uitgeven op plaatsen waar ze dat soort dingen doen. En dan is het morgen afgelopen. Maar dat doen de mensen dus niet. Je ziet ze in de rij staan bij, ja, weet ik het waar, om daar weer naar binnen te mogen. Want och, wat hebben we het dan toch maar weer gezellig. Nou, ik ben gestopt. Ik ben gestopt met uit eten gaan waar ze mondkapjes dragen. Want ik vind niet dat je dat je werkgever... Daar gaat mijn plezier van aan... Ja. Gelukkig zit je vlak bij Liebeland. Ja, nou ja, vlakbij, ja. Uh-huh. Ja, we zijn onderweg, hè. Onderweg, het is een moeilijke reis. Maar, ja. Vandaag de dag is het toch een stuk logischer om naar Liebeland te vertrekken dan 3 jaar geleden, dus... Wie weet wat het over 3 jaar dat iedereen er wil zijn. Dus je weet het niet. Het beweegt wel in mijn voordeel allemaal, vind ik. Dus. Maar goed, dan hebben we nog Joe Biden. Die verstevigt, die trekt de touwtjes wat strakker aan. Maar het zijn elastiek, hoor. Maar helemaal niet bang, want anders dan... Nee, maar het gaat om het gebruik voor COVID antibody treatments bij ja, de lokale staten in de VS. Nou, leg het maar even uit, want zo zegt het me nog weinig. Kwam het van mij of van Peter? Ik weet het eigenlijk niet eens. Ik zal even zelf klikken dan. Zal ik het even voorlezen? Ja, ja, lees maar even voor, joh. Federal health officials plan to allocate specific amounts to each state under the new approach. Specific amounts of antibody treatments. Oh ja. The Biden administration is imposing new limits on states' abilities to access to COVID-19 antibody treatments amid rising demand from GOP governors who have relied on the drug as a primary weapon against the virus. Zou we even over ivermectine gaan en zo? Zeg maar de shit die Joe Rogan nam. Ja, COVID-19 antibody. De paardenontwormingsmiddel, zeg maar. Ja. Horse dewormer. En trouwens, dat is dus helemaal niet waar, hè? Want de ivermectine die als paardenontwormingsmiddel gebruikt wordt, is een andere dan die voor mensen voorgeschreven wordt. Dus... Een hele andere dosis ook. Ja. Er wordt ook een hele andere verpakking. Het staat er ook duidelijk op, weet je wel. Wat voor paarden is. Dus ja, het is maar goed. Dan ga verder, Yoshi. Nou, het is inderdaad, waarschijnlijk zal het over de ivermectine gaan. Inderdaad. En er wordt dus nu gezegd van, ze moeten minder, de staten mogen van de federale overheid minder gebruiken. Federal health officials plan to allocate specific amounts to each state under the new approach, in an effort to more evenly distribute the 150,000 doses that the government makes available each week. Ze hebben 150.000 dosissen te vergeven. Daar gaan ze nu een soort budget voor maken, dat iedere 50 staten een eerlijk verdeelde portie krijgen. Oh, wat socialistisch. Ja, nou ja, het zijn 300 miljoen mensen in de Verenigde Staten en 150.000 dosissen per week. Dus er is wel, wat dat betreft, via de overheid dan, hè. Moet ik wel even... ze waren gewoon bang dat na die stunt van Joe Rogan, dat de vraag ernaar zou toenemen of zo. Dus, ja, het is eigenlijk natuurlijk... te gek voor woorden dat er zo'n hetze is tegen dit hele medicijn. En de verwachting wordt door heel veel mensen uitgesproken dat het is. Omdat als er een middel zou zijn tegen COVID, dan zijn al die experimentele prikjes niet nodig. En daarom wordt het dus gedaan alsof het allemaal niet helpt. Maar er is wel, ik volg ook Maurice de Hond. En die heeft een vrij... Ja, ik vind zijn mening altijd wel eerlijk overkomen. En die zegt, ik lees heel veel studies van beide kanten waarin het zowel positief als negatief de uitslag is over ivermectine. En die is er niet van overtuigd dat het per se zou helpen. Dus, oké, voor wat het waard is, Maurice de Hond. Maar in ieder geval,
punt is dat je als je onder de 70 bent, het sowieso niet echt een geweldig... Ja, iedereen heeft wel eens de griep en is wel eens ziek. En misschien is dan de corona een hele heftige griep, dat weet ik niet. Maar onder de 70 zou je het eigenlijk wel aan moeten kunnen, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus ben er niet te bang voor. Ja, je kan ivermectine nemen natuurlijk. Bij ivermectine, meer als bij dat vaccin, telt wel van baat het niet, dan schaadt het niet. Er gaat eigenlijk niks, je kan niet echt klachten krijgen van het gebruik van een ivermectinekuur of zo. Oké. Ja. Er zijn geen bijwerkingen en... Volgens mij had Joe Rogan ook gewoon een mix van een aantal middelen gebruikt. Dat weet ik niet. In zijn filmpje noemde hij een aantal dingen op die hij gebruikt had toen hij COVID had. Dus, waaronder ivermectine. Ja. En het hielp, hij was binnen no time gezond. En het was, zijn dokter had het voorgeschreven, hè? Dus... had een aantal artsen geraadpleegd en die zeiden nou probeer dat en dat in combinatie met dat en dat. Ja, zodoende. Nou, het is nog een iets langer artikel, het gaat nog even door. Er wordt ook nog even een videootje aangehaald waarin Biden die woorden dan uitspreekt of mompelt of ik weet het niet, want ik heb het niet gezien. Kwam hij uit zijn woorden? Nee, weet ik dus niet te maken. You know the thing. Yeah. No, with the man on the moon and are aliens real? Zoiets. Ja, er zijn echt ontzettend veel filmpjes waarin Biden echt de meest absurde dingen zegt en doet ook. Dat hij in slaap lijkt te vallen naast die vent uit Israël. De trap omhoog valt. Ja. Ja, nou ja, goed. Dus er wordt ook hierbij een limiet gesteld aan wat er uitgedeeld kan worden. Je kan dat natuurlijk altijd nog van je eigen salaris betalen. Hè? En het kopen bij een apotheek of zoiets. Maar ja. Maar we gaan even naar de dress, de jurk van, je ziet hem al op de achtergrond, jurk van Alexander Ocasio-Cortez. How dare you! Ja. Want hier een, het was te verwachten, steeds meer ingezonden brieven van democraten die zoiets hebben van, na deze stunt wil ik geen democraat meer zijn. Dat is een beetje een averechts effect, die jurk. Ja, omdat hij natuurlijk ook zo hypocriet is. Er zijn sindsdien een heleboel... Iedereen is echt giftig geworden op die jurk een beetje. Hij heeft wat dat betreft wel heel veel... Hij is veel besproken. Ja, dat was ook een beetje de plek waar ze deed. Hè? En vooral het prijskaartje om daar te komen om je stunt uit te halen. Ja, precies. En als je dan de feiten ernaast legt waarin gewoon iets van... Wat was het nou... De top 10% van Amerika, de 40% aan belastingen en zo betaalt. En allemaal dat soort dingetjes. Er wordt soms dan gedaan van dat die mensen geen belasting betalen. Want zo extreem zegt zij het altijd, iedere keer. En dat is die internetbubbel waar Lucas het net ook eventjes op noemde. Weet je wel. Je moet de realiteit natuurlijk ook niet uit het oog verliezen. Dat je zover in je droom gaat geloven dat je op een gegeven moment echt een heel vertekend beeld aan het neerzetten bent. En zij schrijft dus elke keer van ja, bedrijven betalen geen belasting en bla bla bla. En het is gewoon niet zo. Snap je? Dus daar is een hoop over gesproken en gezegd sinds zij die jurk aan heeft gehad. Dus nou ja, ze vindt het zelf vast heel leuk dat ze in Vrijheid Radio is gekomen. Ja, goed besteed kaartje. Goede marketing, ja oké, maar je kan er ook ergens anders aan uitgeven. Dus het heeft ze wel zijn doel bereikt, denk ik. Nou, van haar bijdrage kan ik weer een nieuwe microfoon kopen. Nee, een geintje. Ja. Nee, goed, ja. Ik vind voornamelijk de manier waarop het erop is geschreven echt zo'n... Ja...
weet het niet. Ik moet geen modecommentaar geven misschien, maar... Degene die, de, geloof ik, die jurk ontworpen had, die had ook nog een belastingsschuld uitstaan. Nou ja, ze moest Klopt. 30.000 euro betalen om op dit gala te komen. Ja. Ja, het was echt alles fout aan. En natuurlijk de memes hierover, die waren nog leuker dan de jurk. Dus... Goed, nou ja, ze heeft ook weer even in de schijnwerpen gestaan. En natuurlijk, ja, degenen die op de gala waren, ja, die lachen zich helemaal rot om de jurk. Ik bedoel, Warren Buffett, ja, die weet wel hoe hij zijn belasting moet ontwijken, weet je wel. Die loopt overal te roepen, ja, tax the rich, vind ik hartstikke prima. Wij rijken willen meer belasting betalen, hoor. Maar ondertussen betaalt hij gewoon helemaal niks, natuurlijk. Dus, ja. Maar de... Ja, eigenlijk zou het natuurlijk moeten zijn dat er niemand belasting hoeft te betalen. Dan zou het natuurlijk de hele probleem opgelost zijn. Dus, maar ja, goed. Belasting is diefstal, Johan. Het is een vrijwillige bijdrage die de mensen zelf doen. Dus dat zou het moeten zijn, ja. Ja, en als je dat dan tegen ze zegt, dan gaan ze lachen. Hè? Dan zeggen ze, ja, nou ja, het is altijd zo geweest, dus we doen het inderdaad. Maar ja, ja. Nou, dat is veel plezier met de volgende boa op je deur als je met drie man je verjaardag viert. Ja, het zou zelfs zijn als je in een samenleving zou leven waar het heel normaal is, waar het altijd al zo geweest is, dat je je kind offert aan een zonnegod, weet je wel. Ja, dat hebben we altijd al zo gedaan. Waarom zouden we hiermee stoppen? Ik bedoel, ja, als we dat niet doen, dan krijgen we een vulkaanuitbarsting. Ja, want dat is ons wijsgemaakt. Het is altijd zo geweest inderdaad. Ja. Dat je dan op een gegeven moment moet zeggen, joh, maar die Maya's dan en die Egyptenaren, die piramides overal. Ja, ja, ja. Die niet bouwen, dan, oh jongens, dan zwaait er wat. Vlaggast heeft inmiddels ook het artikel gevonden waar jij het over had, Johan. Dat die ontwerper van de jurk de belasting niet betaald had. Oké, wat zegt hij? Ja, hij quote hier een artikel. Fashion company behind Ocasio-Cortez tax the rich dress has a history of not paying taxes. Dat bedoelde ik inderdaad, ja. Ja, goed. Ja, goed, dan gaan we nog even naar de Hill toe. Volgens mij heeft, ik denk niet dat Peter nog komt. Ik weet niet hoe laat het is inmiddels. 10 uur. Ja, misschien dat hij binnen nu en een uurtje nog komt, hoor, maar even kijken hoor. Oh ja, 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 want waar gaat al die belasting naartoe, hè, die de rijken moeten betalen? Nou, hier onder andere naartoe. Even kijken hoor. The US is sending 64 million in humanitaire hulp naar Afghanistan. Ja. Nou, hebben ze natuurlijk hartstikke hard nodig. Taliban, ja. Want anders dan kunnen ze alleen maar vliegtuigen vliegen. Mm-hmm. En nou kunnen ze ook iemand betalen om er olie in te stoppen. Nee, humanitaire hulp, dat is dan natuurlijk het voeden van mensen, bijvoorbeeld. Ja, het gaat gewoon uit de Taliban, hoor. Wat denk jij? Ja. Net als al die andere humanitaire hulp, weet je wel. Dat verdwijnt allemaal in de zak van een of andere warlord, weet je wel. Ja, als jij reservemunt van de wereld bent, en er is dus een overheid die ook van die reservemunt gebruik maakt, en die wordt door de rest van de wereld erkend als overheid, dan moet jij dus af en toe ook geld naar ze overmaken. Ja. Dus als heel de wereld nu ineens gaat zeggen dat de Taliban de rechtmatige regering van Afghanistan vormt, dan zullen ze op een gegeven moment ook met hun dollars gaan handelen en, weet je wel, in plaats van het witwassen en financieren van terrorisme, zijn het dan ineens de vrienden geworden. En dan horen ze er gewoon bij. Ja,
Je hebt nog meer Afghanistan nieuws. We hadden het al een tijdje over die, hoe dat? Ik moet eerst even alles wegklikken hier. Droonstrijk. Ja, de droonstrijk in Kabul, waarbij een hulpverlener en 7 kinderen gedood werden en nog wat mensen. Ivo Blinken, dat zal een minister van Defensie zijn, hè? Ja, die geeft toe dat hij helemaal van niks weet. Die heeft geen idee wie er in de auto zaten en of er nou wel of geen kinderen gedood worden. Geen idee. Dat is dus de minister van Defensie en ondertussen een generaal die zegt bij dezelfde hearing van... die weet heel nauwkeurig wie er allemaal gedood waren en... nee, het was geen suicide bomber, het was gewoon een hulpverlener. Ja. En 7 kinderen. En hij biedt ook nog zijn excuses aan. Nou, dat is in ieder geval lief van hem. Ja, ja, ja. En hij biedt nog aan, geloof ik, om reparations. Vergoeding of zo te betalen. Aan de nabestaanden. Ja, ze printen er toch genoeg bij. Dus ik zeg al, dat zijn misschien wel inderdaad die... Die miljoenen die naar aidworkers gaan, dan bommen ze eerst neer en dan zeggen ze nee, dat is steun aan aid en aan hulpverleners. Blinken is de Secretary of State. Ja, nou oké. Okay. Het is een artikeltje, ik zit even de datum erbij te zoeken, want dit was alweer even geleden. 14 september, ja, even geleden. Ja, en de andere was van 17, geloof ik. En dit spreekt nog over dat Rand Paul, die dat aan het licht heeft gebracht, dat een aidworker zou zijn. Die was gewoon beter geïnformeerd dan de Secretary of State, de staatssecretaris. Ja, beter geïnformeerd of de Secretary of State wil bepaalde informatie dat niet... Dat denk ik inderdaad, ja, dat denk ik dat eerder is. Ja. Maar ja, het stond al gewoon in een aantal kranten, dus een aantal kranten berichten er al over. Dus ja, dat waren beter ingelicht dan het Pentagon. Ja, als je dan die foto's erbij ziet, joh, dat er dus echt inderdaad een beroepsgroep is die heel de dag met elkaar in van die conferentieruimtes gaan beslissen wat er allemaal wel en niet mag. Joh. Ja. Dat is eigenlijk te gek. En die niet eens weten wie er de leiding heeft. Senator, demands to know who cuts off Biden's microphone. We need to know who's in charge. Ja, ja, dat was ook wel. Oh, dit is de volgende al. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat was dus, was een aantal keer voorgekomen. En dan sprak Biden... buiten wat er in het script stond. En er werd ineens de microfoon uitgezet. Toen waren er dus senatoren geweest. En die zeiden, wij willen weten wie er controle heeft over die microfoon. Want dit is beïnvloeding van onze politiek. De president die wil dingen zeggen. En er is iemand anders die beslist wat er wel of niet gezegd wordt. Nou, dat zegt alles toch? Dat zegt alles. Ja, op die manier werd dat gespind. Nou ja, en dat was inderdaad vorige week ook weer. Dat er, dus er is natuurlijk, die Biden ligt nu ontzettend onder vuur. Want ja, het is sowieso, als je je zinnen niet afmaakt en je valt van de trap van je vliegtuig. Je valt de trap op. Ja, dan krijg je dat. En hij heeft nu dus best wel wat te voortduren. En er zijn dus een aantal van die mensen die zeggen van joh, je mag niet zomaar die microfoon uitzetten. Er was laatst ook, zat Biden naast Boris Johnson. Mm-hmm. Want die hebben samen met Canada volgens mij, hadden die een feestmomentje of zoiets. Mm-hmm. Of Australië, dat weet ik nou niet meer zeker. Misschien was het Australië. In ieder geval... Hij zat bij Boris Johnson op audiëntie en ze zaten op 2 stoelen en Boris Johnson die was het een beetje aan het afronden. Die zei nou mensen, volgens mij zijn we wel zo ongeveer klaar. En toen was hij nog aan het praten en toen riepen die mensen die rondom Biden zijn zaakjes regelen. Die begonnen allemaal keihard te schreeuwen er doorheen en een hoop
verwarring te veroorzaken, zodat er niemand een vraag kon stellen aan een van de twee. En die maken, hè, dus die, zodra dat ze klaar waren met een persmoment, begonnen de camera's heel hard te schreeuwen er doorheen, zodat er geen vragen gesteld konden worden. En okay. Ja, dat is heel vreemd, een vreemde gang van zaken. En daar worden dus vragen over gesteld, onder andere door senator James Risch. Risch, okay. Ja, zo lees ik het. Mm-hmm. Ja, je zou er een filmpje uit kunnen pikken, Johan, waarin dat dus gebeurt. Maar ja, hoeft niet hoor. Ja, onderaan, ja, als je die hebt, maar dan... Nou, in dat artikel van Zero Hedge wat je hebt gedeeld, staat onderaan van RNC Research, staat een tweet. Okay. Dat filmpje, als je dat filmpje aanklikt, dan zie je het gebeuren. Ik heb dan alleen geen geluid erbij, vrees ik. Oh, oké. Nou ja, dat moet je niet doen. Want het gaat erover dat het geluid wordt uitgezet. Dus als je geen geluid hebt... Ja, dan moet ik nog even doorkoppelen dan naar deze... Maar dat moet ik een keertje een andere keer doen. Oké. Dan kan ik het geluid doorlussen. Maar... We kunnen eventjes gewoon alles... Alle artikeltjes nog delen in de chat en dan kunnen mensen er eventueel zelf naartoe klikken. Mar, we hadden nog een berichtje. Even kijken hoor. Hero Exclusive. Drie leden van de, CIA, van de eerste CIA-lichting in Afghanistan die na 9-11. Ja, in ieder geval die hebben een. Wat staat er? They have been warned for disciplinary proceedings for their refusal to get the COVID-19 vaccinations. Oké. Okay. Je hebt gewoon een officiële waarschuwing gehad. Dit is gewoon in het verlengde van het bericht wat we vorige week ook al hadden gedaan. En dat is dus dat er nu een mandate is om federale overheidswerkers een vaccin te geven. Mm-hmm. En drie van die overheidsmedewerkers... hebben dus in het CIA-team gezeten, wat als eerste Afghanistan binnenviel na 9-11. Die worden hier dus door de mail online op een voetstuk geplaatst als helden bij wie zoiets niet zou mogen overkomen. Mm-hmm. Dat ze gediscrimineerd worden voor hun keuze om niet te vaccineren. Mm-hmm. Ja, ik zelf ben dan iets minder onder de indruk van hun staat van dienst. Want dan denk ik... hoeveel mensen zou je... Ja, of zij weten gewoon meer, dat kan ook natuurlijk. Hè? Ze weten wat erin zit. Ja, ook dat. Maar er wordt nou net gedaan alsof die mensen een speciale status hebben. Omdat ze dus in Afghanistan gediend hebben. Dus, nou ja, goed. Dit is het gevolg van het beleid wat Biden dus voert om zijn medewerkers allemaal verplicht een vaccin, wat geen vaccin is, in te willen spuiten. Ja, wat kunnen we er verder over zeggen? Lucas, je bent erg stil. Ja, maar ben even met een incidentje bezig. Ondertussen. Misschien had je nog een mening hierover, maar... Niet direct. Ja. Ik wacht eigenlijk op die 10.000 neukpremie voor in Texas. Oké, ja, die komt zo meteen. Daar werken we naartoe. Nee. Die komt eraan. Die zit in de pipeline. In de pijplijn. Maak hem gewoon, hè. Even kijken, de FBI ontslaat een leidende agent in de Winter kidnapping case. Dit is echt een typisch Peter bericht. Ja, ik wilde net gaan zeggen, hier kan ik echt niets over zeggen, want ik ken heel die Winter kidnapping niet. Yes. Misschien Peter bericht. Even kijken hoor. Witmer, er was laatst toch wel zo'n meisje. Er was een meisje gevonden, zo'n blond meisje. Oké. Ja, die Amerikaanse blogster die een picture perfect image had, zeg maar. En toen door de vriendje werd vermoord. Ja. Even kijken, ja, nee, dit gaat er toch niet over, want dit is ook alweer 2 weken oud.
Nee, dat moet beter oppakken. Daar kan ik niks over zeggen, Johan. Dat weet ik echt niet. Ja. Nee, ja, goed. Misschien als dat Peter nog zo komt. We weten het niet. Dan bewaar het gewoon voor Peter. We nog een onze fabeltjeskrant intro. We hebben even de fabeltjeskrant. Ja, de fabeltjeskrant. Dat is deze, geloof ik. Wacht even hoor, dan moet ik even dit weer aanklikken. Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjeskrant. Hoppa, ja. Uit de fabeltjeskrant. Nu.nl. Ja. Ah, goed, dit heb ik in meerdere kranten gezien, maar het is wel gewoon wat gaande is. Het is een rechtszaak tegen Nassar, mocht je weten wie dat is. Het was zo'n een beetje zo'n Epstein verhaal. Het was een trainer die allemaal Olympische sterren heeft getraind en zo. En die kon niet met zijn handjes van de meisjes afblijven. En de FBI die wist ervan en die keek gewoon de andere kant op. En daar gaat het over. Dus, ja, maar het was wel weer opvallend. Want er loopt dus in Nederland loopt er een zekere Huig Plug rond. En die schreeuwt dit dagelijks over het Binnenhof. Want ook in Nederland is de gymnastiekunie niet vrij van dit soort schandalen. En volgens onze Huig Plug is dat geen toeval dat zo is. Want dat is er zijn van die instituties die daarvoor zijn opgericht. En dan moet je dan in willen geloven dat dat zou kunnen bestaan. Iemand daarover zou kunnen nadenken. Maar ja, het is dus wat ik dan wel weer frappant vind, is dat er op nu.nl nu dit hoog naar boven wordt gehaald, maar dat er dus niet eens een keer een echt stukje onderzoek. Dit is ook weer zo'n knippen-plakken bericht. Ja. Ze zouden ook eens een keer onderzoeksjournalistiek kunnen doen naar dit soort praktijken in Nederland. Maar dat wordt door de journaals niet gedaan, dat soort werk. Nee, die mensen worden gewoon vastgezet door het regime. Dus laatst in Bodegraven ook een heel clubje opgepakt. En die worden zijn dat van die duidelijk. Zijn dat van die mensen die dan allemaal van die bloemen komen leggen met vuile pedo weten je te vinden of zoiets? Nee, nou, weet ik niet. Het ging in dit geval weer om Misha Kat, die eerste keer de shakels. Oh, ja, vertel. Nou, wil ik dan toch even details ook weten. Dat was, ik denk een maand geleden in Bodegraven, waren dus een aantal mensen opgepakt die wat bedreigingen hadden geuit. Of in ieder geval hadden gewezen op het bestaan van pedoseksuele netwerken in die buurt. En die zijn dus nu even stilgemaakt. Maar Huip loopt nog rond. Dus hij is best wel actief. Elke dag heeft hij wel een leuk filmpje. En, wie is Huip? Ja, wie is Huip? Huig Plug. Huig, ja. Heet hij toch? Heet hij Huip? Weet ik niet meer hoe die precies heet. Maar die maakt elke dag wel een leuk filmpje. En hij is nog niet opgepakt. Maar dit duurt echt niet lang meer hoor. Dus die gaat er ook nog een keer aan. En wordt even in een gulag-archipel gestopt. Dat hij niet opgepakt is niet helemaal waar, want hij is wel vaak gearresteerd en dan wordt hij weer vrijgelaten. Maar langdurig. Nee, langdurig inderdaad. In de gulag. Hij loopt, er was een filmpje van 3 dagen geleden, zijn laatste filmpje, loopt die een of andere vrouw van de Hoge Raad, loopt die achterna op straat, waarin die zegt van, je medewerker is een pedofiel, bla bla bla. En die vrouw die er dus ook gewoon, ja, ze kunnen hem niet echt. Hij stond ook laatst met een megafoon bij de rechtbank. Ja. Dat is toch allemaal interessant. Ik geloof niet in wat hij zegt, maar ik vind het wel grappig dat iemand gewoon als levensdoel heeft om dit soort dingen te doen en daar ook filmpjes van te maken. En dat ook zonder gêne op het internet te knallen. Ik denk van ja, daar heb je weinig te verliezen als je dat doet. Nee, maar wat even, kijk, deze vent die heeft dus, die zit in dat wereldje. Hè? Daar is die ingekomen op de een of andere manier. Misschien wel omdat die bij de rechtbank van het Vredespaleis, nee, niet bij de gevangenis van het Vredespaleis werkte.
dat hij op die manier die mensen tegenkwam. Maar hij weet dus heel veel van die mensen die daar rondlopen op die binnenhof. Ja. En op een gegeven moment is hij zijn baan kwijtgeraakt, hebben ze hem eruit getrapt, want hij begon problemen te maken, want hij kreeg sympathie voor die bijbassin onder andere, en hij vond gewoon dat de dingen fout gingen. Nou, en wat kan die vent verder nou? Niks, want die is gevangenisbewaarder. Dus, ja, maar dan, ja. Hij kan ook gewoon thuis gaan zitten, maar in plaats daarvan maakt hij gewoon dat soort energierijke filmpjes. Ja. En, nou ja, en hij raakt dus... Ik heb bij hem al het gevoel dat hij wel een beetje over zijn... Hij weet niet precies waar hij het nou over heeft. Hij weet van zijn eigen zaak dat hij gelijk heeft. Maar dan raakt hij er heel veel dingen bij die hij in de loop van de jaren allemaal aan vuil heeft opgeraapt. Van verhaaltjes die ze met hem gedeeld hebben. Nou, en ja, dat maakt het toch... ze kunnen daardoor vrij weinig tegen hem doen, want dan staat hij daar met zijn megafoon een eenmansprotest te doen. Ja... dus komen ze naar hem toe, ja, smaad en laster, ja, oké, raap mij maar op van de straat, ik wacht op mijn rechtszaak, dus ik wil graag bewijzen dat ik gelijk heb. Ja, dan staan ze toch een beetje vreemd te kijken altijd. Ook die politieagenten weten dan eigenlijk, want hij is verder heel vredelievend, dus hij doet geen vlieg kwaad. Nee, ja, en ook al kan ik me voorstellen dat die gasten in Den Haag wat irritant vinden. Misschien wel daarom, weet ik ook niet. Maar ik vind het in ieder geval wel gewoon grappig. In de zin van, ik kijk ernaar, ik moet erom lachen. En denk van, ja, als hij gelijk heeft, is het echt wel ernstig. Maar ik heb moeite te geloven. Ja. Nou, je ziet het nu met dit in Amerika. Is dus ook de gymnastiekbond... met een of andere, dit is dan een voormalige arts van de gymnastiekbond. Ik weet niet hoe groot dat die USA Gymnastics of wat dat precies iets is, of dat dat weet je wel, door heel de VS zit of alleen een lokaal dingetje is, maar ja, ik heb toch wel het gevoel dat er heel veel instanties zijn opgericht om te faciliteren waarvoor ze zeggen te zijn om het uit te roeien, snap je? Dan zeggen ze, wij zijn tegen dit en dat is dan precies wat ze ondersteunen. Dus. Maar dat is ook wel logisch. Ik bedoel, waar zou jij naartoe gaan als je, ja, ik bedoel, leef je even in een pedofiel, hè? Dan, als je weet dat je dat hebt, waar moet ik eigenlijk zeggen, pedoseksueel dan, hè? Je wil de daad bij het woord voegen. Ja, waar zou je naartoe gaan om ongestraft je dingetjes te kunnen doen, weet je wel? Ja. Ga je ergens zitten waar je gewoon een beetje beschermd bent en dan kan je ondertussen lekker je gang gaan, weet je wel? Ja. En je hebt je vriendjes die jou het handje boven het hoofd houden. Want in dit geval werd gewoon, ja, de FBI die hield gewoon eigenlijk hetzelfde als bij Epstein. Die liet hem gewoon zijn gang gaan en keek gewoon de andere kant op. Ja. Hij weet te veel. Kennelijk, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het zaakje stinkt. Ik bedoel, waarom doet de FBI niks? Ja, omdat ze af en toe ook iemand een filmpje toegestopt krijgen. Of omdat er iemand op de foto staat, natuurlijk. Ja, iemand van de FBI staat op de foto. En, of iemand die de FBI aanstuurt. Staat op de foto met op je Epstein's Island of whatever. Ja, dit gaat dan over Nasser. Ik bedoel, het is maar gewoon een gymnast. Snap ik wel, maar de beleidsmakers die over dit soort dingen gaan, die worden geblackmailed en die zorgen ervoor dat de FBI niet ingrijpt. En als jij niet geblackmailed kan worden, dan kom jij ook niet op de positie terecht om over dat FBI-onderzoek te gaan. Ja, dan hebben we nog Prins Andrew. Soortgelijke zaken van Epstein. Nou ja, in ieder geval is een vrouw, een Britse vrouw die slachtoffer is geweest. Onder andere van de prins Andrew. En dat werd allemaal gefaciliteerd via Epstein. Dat stinkt nog veel meer. Ja, goed. En hij wil die zaak blokkeren, prins Andrew. Ja. Hè? En dat is echt niet oké. Okay. Nee, dus dit is echt grof machtsmisbruik. En ik hoop echt dat hij... tenminste een eerlijk proces krijgt, maar dan ook een
straf daarna, als dat terecht blijkt, zonder dat er ook maar een soort van strafvermindering plaatsvindt. Hij verdient het dubbel en dwars als hij een straf hiervoor krijgt. Maar kun je de rechter nog vertrouwen? Je weet nooit wat... Dat is het vervelende. En dat jaagt ook al die geruchten aan over pedonetwerken binnen de overheid. En dat ook rechters pedo's zijn. En ja, dat voedt weer een hele groep mensen met dagelijkse dagtherapie, zeg maar. Het is wel bewezen dat in de tijd dat Demmink begon, in de jaren 80-90, dat het dus pedofiele kinderrechters in Nederland waren. Hè, die dus de verdachte apart namen en daar iets mee deden. Dus dat is, dat is een heel ander. Ja, dat is in 30 jaar. Vind ik moeilijk te geloven dat het helemaal verdwenen is. Het was toen veel. Ja, ik heb wel eens gevraagd aan iemand die in die kring. Die dat mogelijk kan weten. En die wil er niks over zeggen wat er in die tijd allemaal is gebeurd. Weet je wat het is? Persoonlijk hè, heb ik dus, ik ga het zo exacte leeftijd niet zeggen, maar laten we zeggen dat ik geen legale leeftijd had toen ik voor het eerst seks had. Dus wat is erop tegen dat mensen seks hebben met elkaar? Hè? Dat is eigenlijk... Het gaat er ook om dat het gewoon van beide kanten komt. Hè? En soms ben je nog eens dusdanig jong dat je niet weet wat er gebeurt. Ja, er moet gewoon geen sprake zijn van misbruik. En dan zeggen mensen, ja, dat is dus per definitie zo. Als iemand te jong is, kan er geen sprake zijn van... maar dat blijf je toch met je meedragen als dat wel gebeurt. Weet je wel, als... Ja, precies, dat draag je dan mee. Net als dat je op een gegeven moment, als je COVID hebt gehad, draag je ook antibodies mee. En daar leer je dan iets van. En dan kun je ermee omgaan. Sommige mensen kunnen er niet mee omgaan. Dus, Oké. Ze zullen het toch moeten, want ze leven. Hè? Ja, goed, ik vraag me af, stel dan dat Andrew gewoon zo'n sweetheart deal krijgt, of dit wordt gewoon inderdaad geblokkeerd, die rechtspraak? Niemand die daar iets van meekrijgt, of daar aandacht aan besteedt in de media, en dat gaat gewoon, zonder dat er ook maar iemand een haar naar kraait, gaat dat voorbij. En dat lees je dan af en toe op Zero Hedge, lees je er weer een artikel over. Dat Prins Andrew weer een nieuw slachtoffer heeft gemaakt. En dat is gewoon niemand die dat dan die daarop ingaat. Denk je dat ze het onder het tapijt kunnen houden? Ik bedoel, mensen weten nu wel dat dit gaande is. En ja, die zijn wel benieuwd van wat de uitslag is. Als ze toch horen van, hey, wacht eens even, we worden genaaid. Zal dat niet een druppel zijn die... Ja, want het is gewoon hetzelfde als met Julian Assange. En er komt gewoon een big reset aan. En dan worden al dat soort oude dingen worden gewoon vergeten. En daar hebben we het niet meer over. En we zijn nu in de COVID-realiteit. En als jij je basissalaris wil houden, dan stel je er geen vragen over. Ja, we zullen zien. Even kijken. Ja, dan komen we bij jouw dingetje. Lucas, de Texas Act. Jij mag hem helemaal doen. It's all yours. Nou goed, het komt erop neer dat als je... de kinderen zijn beneden. Dat als je in Amerika... Oh, en Peter is er. Ga verder. Als je seks wil hebben in Texas, dat je maar beter even een garantstelling van 10.000 kan krijgen aan de vrouw met wie je bed induikt. Want je kan er financieel gezeik van krijgen. Ja. Dat is de kern van het verhaal. Nee. Wacht eventjes. Dit was niet. Dit was een andere dan Texas, toch? Nee, de Texas. Oh, wacht. Hallo. Nee. Oh, Illinois. Ja, dat het gebaseerd is op het Texas model. Oh, oké. Ja, die ging er tegenin, die Texas. Jij hebt wel gelijk, wat je net zei, maar dat was in Illinois en die noemen ze Peter. De Texas. Tima was in it, was it just on my room? Yeah, he's gone.
Ik probeer het uit te leggen, maar het wordt toch lastig. Hey Peter. Goedenavond. Ja, ik ben er. Hallo. Heel leuk. We hadden het over de Expanding Abortion Service Act, ook wel Texas Act genoemd, uit Illinois. En die gaat in tegen een wet uit Texas, waarin, wat was het nou precies? Daar werd 10.000... die laatste wet die heel erg... dan moest je $10.000 betalen als je dan abortus wilde plegen na zoveel weken volgens mij. Of daar werd dan een strafbaar gesteld, waar heel veel mensen op tegen. En deze mensen in Illinois die gaan nou $10.000 schadevergoeding eisen van de mensen die ongewenste zwangerschappen veroorzaken. Zoiets was het. Ja, ik heb wel begrepen van die eerste wet. Daar werd dan heel erg van gezegd van ja... er worden bounties uitgeloofd voor mensen die anderen verraden, die een abortus nemen of zo. Maar dat bleek toch ook niet helemaal zo in elkaar te zitten. Ja, dat was weer schromelijk overdrijven. Dat was alleen als je dan een rechtszaak ging aanspannen en die won. Nou ja, dat kost je al fortuinen om dat te doen. Dan kon je een boete krijgen of zo. Oh. Maar ik weet niet in hoeverre deze wet daar... je moet dat een beetje uitkijken. Dat die wetten van de tegenstander wordt altijd heel erg overdreven afgeschilderd. Het lijkt wel of ze er soms dingetjes ook in moffelen. Die ze later... Hele kleine dingetjes die ze er later uit kunnen trekken. Met heel veel fanfare als... Kijk eens hoe belachelijk dit. Een soort horse dewormer. Dat is gewoon... Oké. Je merkt in de Verenigde Staten ook wel een hele grote, steeds groter wordende, hoe zeg je dat? Dat ze steeds minder op één lijn zitten, die staten onderling. En dat ze dus elkaar een beetje gaan lopen plagen van als we iets niet leuk vinden bij jou, dan maken we er een soort fanfare omheen, wat dan precies het tegenovergestelde doet en waar wij dan even het punt wat jullie willen maken kapen voor onze agenda. Dat doen ze altijd al, dat zijn gewoon politieke spelletjes. Ja, maar het was toch... De staat is wel een nieuw, ja. Of tenminste niet nieuw, maar... Ja. Wel verhard, laat ik het dan zo zeggen. Het was niet zo dat het... ik ben natuurlijk niet zo... Ik word volgende week weer 35, dus ik ben niet zo heel oud. Dus ik weet niet zo heel lang hoe dat het in het verleden is, maar die oneenigheid was nooit echt zo openbaar als dat het nu is. Mm. Ja, voor mijn gevoel dan. Oké, voor mijn gevoel. Ja, ik heb ook het idee hoor, dat het heel erg op een soort burgeroorlog aanstuurt eigenlijk. Tenminste, zo kan ik me voorstellen dat het destijds bij de burgeroorlog het ook aanvoelde. Dat mensen gewoon niet meer met elkaar praten, dat families uit elkaar gedreven worden ook. Dat mensen gaan ook steeds meer verhuizen naar een staat waar ze er wel een beetje mee kunnen vinden. Dus je krijgt een soort natuurlijke segregatie. Ja. Het is de tweede keer vanavond dat het woord burgeroorlog valt. Oh jee. Yeah. Hey, maar zitten jullie nu bij punt 24? Ja, we zijn er flink opgeschoten, maar... We hebben er wel een paar overgeslagen, Peter. Ja, we hebben een paar Peter-berichten dat zoiets hadden. Ja, daar kan alleen Peter iets over zeggen. De bericht met ontvoeringszaak moeten we nog... Ja, doe die maar even. Ja, die kan voor jou. Even kijken hoor. Deze. De FBI, die had... even kijken hoor. FBI fires lead agent in de... Whitmer kidnapping case. Oh, dat is, is dat die FBI agent die na een swingersparty zijn partner met de hoofd tegen het nachtkastje aankletterde? Ik weet het niet. Ik heb... Dat kwam van jou. Welke was dat? 21 is het. Kom van Zero Hedge. Ja. Die figuur is het, ja. Okay. Dus maar... Het geeft een beetje aan van wat voor soort mensen. Ja, ik heb een aantal van die berichten dat de FBI echt helemaal
door en door gecorrumpeerd is. Maar ik vond dit wel heel erg. Er was natuurlijk al zo'n gouverneur Gretchen Whitmer. En die zou dan zogenaamd gekidnapt worden door MAGA-wearing Trump-supporters. Ja, daar werd een heel drama van gemaakt. Van die mensen helemaal weg. Net zoals 6 januari, zeg maar. Zo'n heel spektakel wordt omheen verzonnen. En toen bleek al dat de auto naar het ontvoeren toe... Er zaten bijna alleen maar FBI-agenten in. Er zaten 4-5 FBI-agenten. En de rest was dan een MAGA-figuur. Die waarschijnlijk een beetje een zwakzinnige figuur. Zoals ze dat altijd doen bij de FBI al. Met moslims ook. Maar er werd dus een hele mooie verhaal van gemaakt. Maar nou is de FBI-agent, die special agent Richard Trask, die gezicht was van deze zaak, die is nou ontslagen omdat hij inderdaad na een swingersparty had hij zijn vrouw met de hoofd tegen de nachtkastje gechoked. He was charged with allegedly smashing his wife's head into a nightstand and choking her after a swinger sex party. Ja, dat soort figuren die leiden dan het onderzoek. Doet een beetje denken aan Ross Ulbricht ook. Dat waren natuurlijk ook allemaal criminelen eigenlijk, die later ook zelf gearresteerd zijn, omdat die gewoon met de bitcoins stalen en met de bitcoins vandoor gingen en ergens in het buitenland zaten. En die zijn ook veroordeeld. Wat niet wegneemt dat Ross Ulbricht natuurlijk nog steeds in de gevangenis zit, ondanks dat hij door dat soort figuren is veroordeeld. Maar dit geval staat niet op zich. Ik las laatst nog een geval van die FBI, Soesman of zo. Dat is ook een... lijkt het boven water te komen dat Hillary Clinton lawyer team, die hadden ook gewoon iemand ingekocht om valse getuigenis af te leggen. En dat is al de tweede keer dat het gebeurd is. Natuurlijk ook al gebeurd dat de FBI vroeg de CIA, werkt die, ik geloof Paul Manafort of zo, heeft hij gesproken met de Russen? En toen zei de CIA, ja, hij heeft gesproken met de Russen, maar hij werkt voor ons, dus hij deed het voor ons. En die FBI-agent knipte daar alleen uit. Ja, hij heeft gesproken met de Russen. Niet dat hij dat voor de CIA deed. En daarmee is hij gewoon veroordeeld. En uiteindelijk is die FBI-agent ook wel weer veroordeeld. Maar zodra Trump weg was, is hij gelijk weer vrijgelaten. Maar de FBI is gewoon een enorme partijpolitiek instrument geworden. Nou, het is gewoon een democratische attack team. Ja, je kan ze ook niet even eruit flikkeren en zeggen van, we gaan even wat geld bezuinigen op de FBI. Dat loopt niet goed af. Nee, er zijn ook een heleboel ook dingen gebeurd voor de verkiezing. Al de tarmac meeting, dat was ook was geloof ik de openbare aanklager. Die regelde even een ontmoetingtje met Bill Clinton. Toevallig kwamen die elkaar tegen op de landingsbaan. En hadden ze in een vliegtuig even een gesprekje gehad, waarna de charges tegen Hillary gedropt werden. En toen werd er gezegd, waar ging dat gesprek over? Ja, nou, we kwamen elkaar toevallig tegen op die landingsbaan. En we hadden over de kleinkinderen gesproken. Ja, dat gelooft natuurlijk helemaal niemand. Het is één grote corrupte zooi is het. Maar ja, je moet ook zeggen, dat hebben ze knap gedaan. Dat is een hele organisatie onder hun... controle hebben gekregen. Maar je moet ook bedenken dat als ze dan zeggen 17 intelligence agencies agree dat de Trump-verkiezingen gestolen waren, dat ze eigenlijk gewoon al die intelligence agencies ook allemaal controleren. Dus ze hebben een behoorlijk netwerk uitgebouwd. Ik denk, wat dat betreft zou ik niet graag aan de andere kant staan daar. Maar het zijn inderdaad allemaal halve criminelen. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het punt. Nou, ja, gewoon hele criminelen hoor. Maar een beetje van die... je hebt ook criminelen die gewoon... Ja, een beetje witte boorden... Bij de concurrent werken. Maar dit zijn criminelen die hun vrouw... De vrouw wurgen en met een hoofd tegen een nachttafeltje aansmashen. Dat is toch weer een ander soort... crimineel dan ik in gedachten had dat er zat. Zeg maar. Ik dacht gewoon, die zijn druk wat geld achterover. En
Die laten zich wat omkopen hier en daar. Maar dit zijn echt een soort gewelddadige types. Ja, het zijn natuurlijk allemaal gewelddadige types als puntje bij paaltje komt. Maar ze zijn niet van het non-agressieprincipe. Nee, dat zeker niet. Nee. Maar ook op een heel soort laag persoonlijk niveau, zeg maar. Dat gewoon iemand met zijn hoofd ergens tegenaan knallen. Vraag je af waar de ruzie over ging? Het was natuurlijk, Hitler had eigenlijk ook met die bruinhemden, om de Godwin er maar weer in te gooien, maar met die bruinhemden, dat waren ook allemaal maar van die lui die op een heel laag niveau gewoon mensen mishandelden en bedreigden. En gewoon zo'n straatthug, zeg maar, gewoon straatschoffie, zo aan het al. Met een medaille van de overheid. Ja, maar op een gegeven moment wilde hij het leger achter zich hebben. En toen heeft hij al die lui moeten ruimen. Met een nacht van de lange messen. En moest hij toch wel allemaal van die straatschooiers af. Om het echt zware schut achter zich te krijgen. Ik vraag je af of dat hier ook zou kunnen gebeuren. Dat er nog een keer een soort opruiming komt. Ook om het een beetje geloofwaardig te krijgen. Wordt de BLM opgeruimd. Ja, zoiets, ja. Ja, dat is... Dat is natuurlijk ook niet heel ondenkbeeldig dat al die LGBTQ-fanaten, die hebben natuurlijk, die helpen, en BLM, dat helpt allemaal zeg maar een beetje de straatterreur door te dringen om aan de macht te komen en de tegenstand te intimideren. Maar als je dan eenmaal de macht hebt, dan wil je er eigenlijk weer vanaf. En ik denk dat dat wel een grote lijn is door dit soort machtovernames, dat ze van dat soort straatschoffies gebruiken om aan de macht te komen. En als ze eenmaal de macht hebben, dan worden die wel tegen de muur gezet gelijk, want die wil je niet hebben als jij aan de macht bent. Dan zijn het meest contra-revolutionaire natuurlijk. Ja. Maar ik... Ja? Wie de microfoon van Biden bedient? Of, Daar hadden we inderdaad wel over gehad. Ja. Wat is jouw intake erin in dat bericht? Nou, ik vond het gewoon grappig dat ze dus door hadden dat hij bij moeilijke passages dat de microfoon steeds uitviel. En dat er gewoon één zo'n senator is die zegt, ja, wie zit er aan die knoppen daar? Ja, dat is een glitch, hè? Een glitch. Ja, tuurlijk. Hij zat toch ook laatst dat ze door Boris Johnson zaten te schreeuwen, Peter? Oh, heb je dat gezien? Nee. Oh ja! Ja. Hij was op audiëntie bij Boris Johnson. En toen was Boris Johnson was het einde aan het inluiden van... Nou, ik vind het allemaal hartstikke leuk dat jullie hier waren. En toen begonnen al die handlers van Biden begonnen door Boris Johnson heen te schreeuwen. Zodat er niemand een vraag kon stellen van de pers. Oh, die heb ik niet gehoord. Ja, er was een filmpje en dat hoorde je nog die pers. Die werd dan meteen afgevoerd, zeg maar. Ja, ga maar deze kant op. En die werden allemaal met een open handgebaren en geluid. En dan hoorde je in dat filmpje van die camera, hoorde je die pers nog zeggen van, nou, wat is dit voor een gekke bedoeling ineens, joh. Wat is er nou aan de hand? Dat ze daar dus een hoop verwarring gaan maken aan het eind van zo'n persmoment, om maar te voorkomen dat er iemand een vraag stelt. Ja, dat kan je maar een paar keer doen natuurlijk voordat. Want ik las ook wel ergens, dat zal hier dan mee te maken hebben. Van de eerste persjournalisten die willen weten waarom ze verboden wordt vragen te stellen aan Biden. Maar dat zal dan hier wel mee te maken hebben met dit incident. Want één incidentje kan gebeuren. Als het natuurlijk steeds het geval is, ja, dan beginnen ze wel onraad te ruiken. Er was toch al, hij had er het langst over gedaan van de afgelopen zoveel presidenten om zijn eerste toespraak te geven. En toen was ook op een gegeven moment dat iedereen al echt het water begon te koken bij die mensen van, waarom heeft hij nog niks gezegd? Ja, terwijl het eigenlijk allemaal niks uitmaakt of het nou Trump is. Ik vind wel Trump wel wat vermakelijker praten, zeg maar. Die maakt er vaak een hele show van als hij wat zegt. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal niks, geen macht, denk ik. Er zit allemaal iemand achter de knoppen. Ze moeten ook tekenen bij het kruisje. Ja. zeker bij Trump wordt het nou achteraf heel duidelijk dat hij niks te vertellen had. En ik denk dat het bij Biden gelijk al duidelijk is.
dat hij niks te vertellen heeft. Mm-hmm. Nou, ik denk dat ze kunnen kiezen om mee te gaan in het verhaal of niet. En dat daar ook een presidentskandidaat uit wordt gekozen. Of hoe goed past die bij hetgene wat wij willen verkopen? Ja, wat dat betreft denk ik dat Biden er wel, ja, dat er wel redelijk bij past bij dit beleid. Maar ik denk niet dat hij wordt geraadpleegd of zo. Nee. Voordat hij iets gaat doen. Nee. Hij staat gewoon op de teleprompter wat hij moet zeggen. En ze zitten er allemaal in, knijpen ze hun billen van, oh mijn god, als hij maar niet van script gaat. Of zo. Kijk, Joe Biden, die bestaat al zo lang in dit wereldje, dat hij heeft zich uitgesproken over alles, snap je? En hij heeft zich ook nog even van tevoren uitgesproken hoe dat hij met COVID om wil gaan. Dus dat is al, hij heeft al meer daarover gezegd dan anderen die nu op eenzelfde positie zitten en gekozen zijn, maar op het gebied van COVID nu allerlei dingen doen die echt niet in hun programmaboekje hebben gestaan. Dus ja, ben ik hem wel weer kwijt. Ik wil er nog ergens naartoe gaan, maar helaas. Ik zie hier overigens dat die governor Whitner, die dan vreselijk ontvoerd zou zijn, door FBI-agenten voornamelijk, die bans mask vax mandates as polls crash, re-election fight looks grim. Dus die zakt zo hard in de peilingen dat ze de vax-mandaat maar opgeven. Zo, mooi teken dit. Op de meeste mensen willen er niks van weten. Ik weet niet, we hadden het trouwens ook nog over Evergrande gehad. Had jij daar nog iets over? Wilde jij daar nog iets over zeggen? Nee, ik wou het net net aanhouden. Dat is natuurlijk wel een belangrijk ding. 300 miljard aan obligaties die verzuipen. Het kan natuurlijk nog eens ik kan me haast niet voorstellen hoe dat geen verspreiding oplevert. Dat het niet weglekt, de gevolgen daarvan, naar allerlei segmenten. Want als ze gaan proberen die schuld betalen, moeten ze een heleboel appartementen en huis gaan verkopen. Ik denk dat de prijs daarvan gaat dalen. Ik denk dat al die andere developers, die zitten dan met een lager onderpand. Dus die komen dan ook in onder water te staan met hun leningen. Ja, en 70% van de welvaart van Chinezen zit in hun huis vast. Hè? Want ik hoorde laatst iemand zeggen van ja, er was zo'n plaats in China. En daar waren de huizen, die waren gewoon even duur als in Londen. Maar de salarissen zijn maar 1/6 van wat ze in Londen zijn. Ja. Dus dat betekent dat en in Londen is al een propertybubbel gaande. Zeg maar. Dus dat betekent dat wat daar in China gebeurt, dat is echt buiten alle proporties. Daar moeten ze echt op hele kleine salarissen met enorm veel schuld enorm duur klein huisje planten. En daar hebben ze dan daar zitten voor Chinezen al hun welvaart in. Maar ik had laatst begrepen dat Xi, die had gezegd, ja, kapitalisme heeft gefaalt. Of het vrije marktopening die eigenlijk door Deng Xiaoping is ingezet, dat heeft gefaalt. En we moeten weer terug naar het marxisme van Mao. You own nothing and you be happy. Ja, daar zijn natuurlijk heel veel mensen bij op het leven gekomen in China. Maar het is wel zo, hij zou natuurlijk zo'n crash in propertyprijzen, zou hij wel kunnen gebruiken daarvoor. Hij laat die Evergrande, want het lijkt ernaar op dat hij ze gewoon laat zakken. Ja, dat werd gezegd, maar ja, ik hoorde van Josje, die had weer iets gevonden dat er wel een beeld uitkwam, toch? Het moest vandaag, de tweede termijn liep vandaag af, dus het moet vandaag bekend worden of het wel of niet gebeurd is, of wat er mee... Waarschijnlijk hebben ze dan vandaag niet betaald en dan moet er morgen een politiek besluit worden genomen of zo. Maar het speelt nu. En ik wist nog niet zeker of het nou wel of niet gered was, want ja, tot het laatste moment kan dat gewoon gebeuren. Dus. Er staat hier Evergrande Selective Default, offshore bondholders run out of hope. Dus de buitenlandse obligatiehouders die hebben geen hoop meer dat ze betaald worden. En tegen middernacht Hongkong. Er is geen aankondiging geweest bij Evergrande over de payment. Dus dat is, ja, dat zou je zeggen, dat is dan een default. Mm-hmm. Ja, maar dat is nou pas een paar uurtjes oud, dat bedoel ik te zeggen. De laatste update die ik had was van gisteren. Dus. Okay. Ja, en er werd ook wel gezegd dat Tether misschien ook die bond zat. Hè? En Tether heeft het officieel weer ontkend dat zij Evergrande bonds hebben.
Ja, het kan best zijn dat. Als dat zo is, dan is het. Ja, weet ik niet. Interessant wel, heel interessant. Ja, ze hebben dat ontkend. En je zou zeggen dat je dat ook wel, als het zo was, dat je toch wel in de koers van Tether zou kunnen zien. Maar... Ja, maar het is een heel groot spelletje. Hè? Er zit heel veel geld. Een heel groot spel, ja. Want het is, het is meer dan de helft van Bitcoin, denk ik wel. Maar om een idee te geven hoe groot Evergrande is. De bank Rothschild & Co. is ook 300 miljard aan assets hebben ze. En hoe heet die nou? Goldman Sachs, die heeft 1,2 triljard. Dus, ja, het is een flinke slok geld, ja. Ik kan je haast niet voorstellen dat ze dat weg kunnen moffelen, ja. Ook als de Chinese overheid daar gewoon een ontzettende bak geld in daalt. Wat ze voor gedeelte al gedaan hebben. Zo'n heleboel liquidity injectie hebben ze onlangs gedaan. Mm-hmm. Maar als ze het gewoon helemaal zou opeten. Dan denk ik dat dan gaat de yuan wel onderuit. Want daar gaat natuurlijk ook een precedent van uit. Van je kan het zo gek niet verzinnen. Of de Chinese overheid die trekt je wel uit het moeras. Ja, dan krijg je natuurlijk helemaal dat alle risk het dak uitgaat. Dus ik heb het idee dat ze hem toch gaan laten crashen. Mm-hmm. Maar wat daar de gevolgen van zijn, wat dat allemaal met zich meesleept, wat ze dan noemen een deflatoire impuls geven. Dus, Je moet er toch maar short gaan dan eventjes. Shit. Nou maar wat ja, maar het rare is dat eigenlijk is het nou toch min of meer wel bekend. En dan zie ik Bitcoin staat gewoon op 47,781. Dus, het kan nog een zigzagbeweging zijn, hè? Bitcoin is 44,7 is het. Dus dat is toch al gedaald. Maar ja, het lijkt een beetje van dieptepunten wel in zitten. Het is aardig gebounced. Maar als er echt een hele hoop schuld gedeflateerd gaat worden, dan moet natuurlijk alles de deur uit om schulden af te betalen. En dan zal er ook wel ergens Bitcoin geraakt worden. Of... Ja. Lijkt me ook wel. Ja. Ik heb nog één berichtje trouwens. Oh ja, ik vroeg me nog af. We hadden in het begin van de uitzending hadden we nog de Dow-theorie. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. De Dow-theorie. Dat is inderdaad de transport en de industrials, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Wat zegt die? We hadden dan in het begin van de uitzending hadden we het daarover dat transportaandelen die zitten al een half jaar in een dalende lijn, terwijl industrials die gaat tegenovergesteld, die gaat omhoog. Dus ja, er worden goederen heel veel geproduceerd, maar degene die goederen moet vervoeren, ja, dat is die zit in een dalende trend. Dus Dus het wordt eigenlijk niet gekocht, dus er wordt hele pijplijn vervolgd. Volgens de Dow-theorie is dat meestal een teken van dat er een bubbel staat te barsten. Hmm. Dat zag je, exact diezelfde beweging zag je ook vlak voor de coronacrash. En bij andere crashes, als je dan terugscrollt in de jaren, zie je dat vaker, vaak grote teken is voor een bear market. Ja. Ergens wordt hij natuurlijk wel verwacht, want het is al een enorme boelrun geweest van ongekende omvang en tijdsduur ook. Dus je verwacht wel dat er een correctie komt. Ja, het is ook een ongekende geldpers tijd geweest. Dus wie gaat het nou winnen? Ik denk uiteindelijk die geldpers toch wel wint, maar af en toe zitten er enorme crashes tussendoor als we eventjes... iemand laten bungelen. En dat Evergrande zou er wel eens voor kunnen dienen. Zelf had ik ook nog de gedachte... hoe noem je dat? Het idee even in de groep gegooid... van wat als China dit gebruikt... als een net als corona, weet je wel... als een wapen om het communisme te verspreiden over de wereld. Hè? Want door de corona en de maatregelen die daarop volgden, is bijna heel de wereld nu al grotendeels communistisch. Totalitair, laat het zo noemen. En misschien zouden ze hetzelfde ook kunnen doen met dit, met Evergrande. Als ze dat gewoon laten vallen, ja, dan kunnen ze, dan zie je overal dat er weer financiële maatregelen worden genomen, weet je wel, die vergelijkbaar zijn met de coronamaatregelen.
Ja. Maar ze kunnen ook, en de mijn gedachte was... Wat ik net zei, president Xi, die zei, we gaan het kapitalisme gefaald, we gaan terug naar marxistisch communisme. Nee, mijn andere gedachte erbij was van, wat als ze dat, die bank wel gaan redden? Misschien kan het zijn, hetzelfde als wat ze in Wuhan hadden gedaan. Van, ze gingen eerst alles isoleren. En toen lieten ze vervolgens de mensen eruit gaan, terug naar het buitenland, weet je wel. Die dan die ziekte meenamen naar andere landen. Mm-hmm. Kun je dat nog herinneren? Ja. Dat ze nu dus dat ze proberen dit eerst te isoleren, de financiële crisis. Door allerlei banken als wat omvalt te gaan bailen. Of een bail-out te doen. En uiteindelijk hou je dit niet staande, weet je wel. En dan valt er wat om. Maar dat zijn dan de buitenlandse investeerders of zo. Waar buitenlanders voor de helft in zitten. Snap je? Ja, en dan... Dat is een vergelijking. Is een hele leuke vergelijking. Ja. Dat was even een kronkel die ik had. Moet je er even over nadenken of dat... Brain fart. Ja, ik denk dat het van nature zal het wel een, ja, de instinct zijn om alles onder de pet te houden. Mm-hmm. En dan en dat tegenovergestelde gebeurt dan. Ja, wat er eigenlijk bij Wuhan is. Mm-hmm. Gebeurt. En je zou zeggen, kunnen ze dit ook proberen onder de pet te houden? Ik heb inderdaad horen zeggen dat Evergrande was geadviseerd door de Chinese overheid om dollarbonds wel voorrang te geven. Dat is eigenlijk ook zoiets van, leg de pijn maar bij onze eigen mensen neer. En zorg dat ze er aan het buitenland niks van merken. Mm. Maar dan krijg je waarschijnlijk inderdaad, bij financiële markten is het sowieso dat het op 1001 manieren kan het terugleggen naar... ik bedoel, als alle Apple-telefoons worden ook in China gemaakt, als dat opeens niet meer, als de fabriek bijvoorbeeld van de property developer is, die wordt onder hun kont verkocht, dan het kan op weet ik niet hoeveel manieren kan dit terugkomen. Je weet bijna wel zeker dat het zich gaat verspreiden. En wat dat betreft heet het wel iets van met de coronavirus van overeenkomst, ja. Je kan niet zomaar even de hele welvaart van Chinezen wegtoveren. Zonder dat dat enig effect gaat hebben. Zonder dat die mensen hun gedrag aanpassen of zo. Ik denk niet dat je de volgende dag vrolijk naar je werk toe gaat. Als je huis wat je helemaal met schuld gefinancierd hebt. Omdat je zo'n minuscuul salarisje hebt. En je huis is op een gegeven moment gehalveerd in waarde of zo. En dan zijn er gelijk 10 jaar salarissen ben je dan kwijt bijvoorbeeld. Ik denk niet dat je dan vrolijk weer aan de slag gaat van, nou, vandaar we de telefoons in elkaar schroeven. Ja, ik heb er echt zin in. Ja. Het leek er ook wel op alsof de Chinezen daarin naartoe moesten, weet je wel. Want ze mochten niet met hun geld vluchten in bitcoin. Dat werd al jaren, 10 jaar lang, werd dat heel erg tegengewerkt. Weet je wel. Nou, het is ook niet zo gebruikelijk dat je een bankrekening hebt daar. Hè? Dat wij zoveel... financiële vrijheid hebben in Nederland is in wereldschaal bijna ongekend. Bedrijven die met bitcoin zaken deden. Ja, je kon als bitcoinbedrijf alleen maar bij de ABN terecht en de rest wilde het er gewoon niet aan. Als jij een bitcoinbedrijf had, dan had je maar 1 kans en dat was bij de ABN. En zelfs dan had je vaak nog moeite, dan moest je iets van... internet webdienst of zo kon je er dan beter van maken. Als dat je zei van ik ben met dat je ging uitleggen dat je wat met bitcoin ging doen. Want er waren dan een aantal van die bedrijven die gingen naar een bank en die gingen helemaal vertellen van ja, kijk, we gaan dit en dat. Nee, jij krijgt geen rekening bij ons. Nee, maar we hoeven geen lening. We willen alleen gewoon een van jullie dienst gebruik maken. Nee, komt er niet tussen. Ik hoor dan ook dat er iets in de Amerikaanse bitcoin-regulering iets zit. Dat als jij als Pietje van Jantje crypto koopt, dan moet hij eigenlijk de hele KYC doen. Je moet opgevragen, je moet een kopie van zijn paspoort maken en een social security nummer noteren. En je hoeft alleen geen rapport te filen. Maar dat betekent dus als ze ooit er in de toekomst langskomen, dan moet jij nog weten te achterhalen van wie wat bij een of andere conferentie voor bitcoin gekocht hebt. Precies. En als je dus betaalbaar bitcoin wil gebruiken, heb je een lightning channel nodig.
En die lightning channels die zijn opgebouwd uit lightning knooppunten. En als jij dus zo'n knooppunt bent, omdat jij heel erg enthousiast bent over Bitcoin, dan kun je dus alleen maar diensten verlenen aan mensen die jou een overheidsdocument eerst tonen. En waarvan jij alle hun gegevens registreert. En dan mag jij hun die dienst verlenen om met Bitcoin een betaling uit te voeren. Of er eentje een paar aan te houden. Oké, dat kun je dan ook gaan doen. Alleen maar als jij die stappen voltooid hebt. Nou, dat is best wel... Dat is niet hoe dat Bitcoin gebruikt zou moeten worden. Dat is niet waar het voor bedoeld is. Nee. Ja, precies. Maar we gaan naar het laatste bericht toe. En dit is... even kijken, ik heb even uit het Nederlands vertaald met Google... met hulp van Google... Ja, voor mij was het Google Translate. Dus als er wat kromme dingen in staan, ja... Ik heb gewoon kopie en past. Dan ga je hem helemaal voorlezen dan, Johan? Nee. Ik zal even in het kort vertellen waar het over gaat. Een lawmaker, ja, dat is gewoon een jurist eigenlijk, hè? Ja, wetmaker. Nee, volgens mij is het een wetgever bij ons, denk ik. Oké, ja, toch. Dat is de Tweede Kamer bij ons, toch? Die maakt de wetten. Wil dat New Hampshire de onafhankelijkheid uitroept. Ja, het gaat om een, volgens mij een republikein. Die wil toewerken. Het komt er ook kort op neer. Zijn de coronamaatregelen zat en al die shit die uit Washington komt. En de beste oplossing is gewoon een referendum voor onafhankelijkheid. Ja, van alle 50 staten in Amerika roept New Hampshire dit als luidste al heel lang. Ik heb een paar vrienden daar. Ze hebben daar een hele... Ja, hele andere community van mensen die daar helemaal eigenlijk een geschiedenis, laat ik het maar zo zeggen, die eigenlijk helemaal niet bij de Verenigde Staten wil horen. En ze willen zich allemaal afscheiden daar. Ja, het Free State Project is daar toch? Ze hebben de NH Exit. Dat is een club mensen die... Ja, continu met artikelen naar buiten komt waarom dat het een goed idee is om je af te scheiden van de Verenigde Staten van Amerika. Ja. Misschien dat het wel een keer gaat gebeuren, je weet het niet. Ja, ik heb hier trouwens nog de oorspronkelijke Engels, maar de reden dat ik dit gedaan had, is omdat je moet je VPN op VS zetten om dit te kunnen lezen. Dus ik denk, ja, niet iedereen heeft een VPN. En als je een VPN hebt, heb je meestal niet op de VS staan. Maar dat is de enige manier om bij het artikel te komen. Daarom heb ik hem even gekopie en past naar Vrijheid Radio. Dit is de Engelse, de oorspronkelijke versie. Ja. Ja, het is positief. Ik hoop dat het gaat lukken voor ze. Maar ja, de laatste keer dat de Staten wilden afscheiden, is dat in een noemen we voor de derde keer, een burgeroorlog is toen geworden. Ja, zeker omdat het toch wel zwaar in de minderheid zit. Natuurlijk, het zouden we alleen Texas en Florida en New Hampshire zijn, dan heb je giganten als Californië en alles rond Washington D.C. En Portland en dat soort shit. Niet dat ze kunnen vechten. Dat is denk ik ook wel zo. Ja, maar dat is ook het enge eraan. Dus ze gaan natuurlijk ook nou, als ze eisen van ja, je moet een vaccin gehad hebben als je het leger ingaat en als je in het ziekenhuis wil werken. Dat betekent dat een soort selectie is voor enorme healikkers, enorme bootklikkers. Dus het leger straks bestaat, alle zelfdenkende mensen zijn er ook nog uit. En je hebt alleen nog maar healikklikkers en in het ziekenhuis ook. Dus dat betekent dat je, als jij je been breekt, je gaat het ziekenhuis, ben je al je bondgenoten kwijt eigenlijk daar. Zitten daar allemaal just following orders, niet nadenken, up, gewoon spuiten hier, up, boom, 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 niet te veel. En dat is wel een eng idee. Ja, het is wel zo dat ze in het verleden natuurlijk, was je in het leger, dan kreeg je ook wel eens een vaccin. En dan werd je uitgezonden naar een gebied waar een ziekte was. En dat was een traditioneel vaccin waarbij dat er een verzwakt virus werd ingespoten. Zodat jij, nu met deze mRNA-technologie is het natuurlijk iets heel anders. En dat is gewoon wat het anders maakt. Het is geen vaccin. Klaar. Ja,
Ik denk dat de verplichting ook wel, maar misschien het leger was die ook altijd wel hard, maar voor de gewone burger is het zeker een stuk harder geworden allemaal. Mm-hmm. Vergeleken bij die vorige vaccins. Maar ik bedoel maar, dus het is denk niet alleen de vaccins. Als zij bijvoorbeeld ook gaan verplicht stellen dat je allemaal een oranje kegel op je hoofd hebt of zo. Om te mogen werken in het leger of het ziekenhuis. Dan zal dat ook uiteindelijk, sommige mensen, de mensen die enigszins kunnen nadenken, zullen zeggen, ja, ik ga een beetje hier een oranje kegel op mijn hoofd lopen om te mogen werken. Wat is er voor onzin? Ik ben hier weg. Nekproblemen. Ja. En wat je dan overhoudt, zijn echt de domste van de domste ordervolgers. En dat levert de organisatie op, die heel gevaarlijk is. Aan de andere kant is die ook heel kwetsbaar, want als jij een leger hebt met allemaal domkoppen, dan vliegen ze met helikopters tegen elkaar aan en boven Iran en zo. En die kunnen natuurlijk ook niet goed organiseren en inspelen op veranderde situatie. En ik hoorde bijvoorbeeld laatst ook, dat was zo'n komiek, ja, zo'n, ik weet niet meer, Bill Nair, geloof ik, ja. En die zat te zeggen van ja, en dat is een linkse figuur zelf, maar hij zei ja, we moeten toch wel eens een beetje gaan nadenken, want de New York Times had dan een onderzoek gedaan, en daar bleek uit dat de lezers, die werd gevraagd, wat denk je dat de kans is dat je doodgaat als je het ziekenhuis in gaat met COVID? En wat dachten ze? 50% kans. 50-50, dachten ze. En de werkelijkheid is iets van 1% of zo. Het is gewoon, er zitten ze orde van magnitude naast. En ja, dat, en die Bill Maher zei van ja, moeten we toch al een beetje bij onszelf te raden gaan ook. En dat is niet alleen in dit geval zo. Als jij vraagt aan de gemiddelde linkse figuur, wat is het, hoeveel winst maakt een gemiddeld bedrijf? Wat is het winstpercentage? Dan komen ze ook met 30% aanzetten, 40%. Want ze hebben altijd gehoord de schandalige winsten van het bedrijfsleven. En dan komen ze ook met achterlijke winsten komen ze dan aanzetten. Terwijl een gemiddeld bedrijf natuurlijk met de rente op 1% in de VS, ligt het dividendrendement ligt nog iets lager, geloof ik. En de winsten, dat zal hooguit een paar procent zijn in de marge. Denk ik. Dus dat is ook een beetje wat. Als je 3% winst hebt, dan ben je al veel. En 30-40%, die mensen die zijn dus helemaal feitenvrij. Die hebben echt gewoon geen flauw idee van de orders van grootte. En dat is natuurlijk ook waarom ze in climate change allemaal geloven. En ze hebben gewoon. Het is helemaal, ik krijg een berg emoties binnen. Als ik veel emoties binnenkrijg, dan is het hoog. Zeg maar, dus ik krijg veel emoties binnen, dan is climate change gevaar hoog. Krijg ik veel emoties binnen, dan is het winstpercentage schandalig. Krijg ik veel emoties binnen, dan zijn het aantal doden in de ziekenhuizen door corona astronomisch. Maar ze lijken wel of ze nooit echt naar de getallen kijken of getallen kunnen interpreteren. Dat zei Bill Maher ook. Ja, dat zijn dan de mensen die zeggen, wij volgen de science. Hè? Wij zijn follow the science. En ja, ik vond het op zich wel dapper dat hij dat voor zijn eigen publiek durfde te zeggen. Omdat die mensen hebben echt een beetje een reality check nodig. Ja. En als die mensen in het als je dat allemaal dat soort mensen in het leger hebt, en die gaan zeg maar wapens bedienen. Ja, die gaan ook, die geloven daar ook de zotste onzin over natuurlijk. Deze mitrailleur, die kan over 10 kilometer afstand schieten of zo. Ja. Die gaat een beetje door op waar we ook het over hadden tijdens ons praatje over de jurk van AOC, Tax the Rich. Toen maakte ik een beetje hetzelfde punt, want Tax the Rich, het is helemaal niet zo dat de rich niet getaxed wordt. En ook nog een beetje op wat je zei, Peter, waar ik nou over dacht. Ik zag laatst een filmpje, volgens mij een nieuwe, recente versie van wat hij al eerder heeft gedaan. Kennen jullie Mark Dice? Ja, die ken ik wel, ja. Maakt wel eens verslagen op straat. En deze keer had hij een... Ja, Man on the Street heet dat. Ja. Volgens mij had hij 10 ounce zilverbar, had hij, van een paar honderd dollar. En had hij een chocoladereep. Maar daar had hij een hele stapel van.
En dan ging hij op straat staan en zei hij, oh, wilt u misschien een chocoladereep of een zilveren reep? Want dat is dan allebei bar, hè, in het Engels. Ja, ja. Do you want a silver bar or a chocolate bar? Oh, I will have the chocolate bar. Yeah, enjoy your chocolate bar. Terwijl dat je natuurlijk voor die silver bar kun je iets van een paar honderd van die chocolate bars. Dus... En dan staat hij daar de hele dag op straat en deelt hij dus uiteindelijk al die chocoladerepen uit aan mensen. Ja. Die dus ja, inderdaad ook... Dat daar nog geselecteerd is, dat er toch wel ook wel een paar mensen wilden die zilver willen hebben, maar dat hij die weg heeft gelaten. Want hij heeft al eens eerder gaan met een gouden munt of zo. En dan lopen de mensen met een kopje koffie bij, een half kopje koude koffie. En dan zegt hij, ja, wilt u deze gouden munt rijden voor een kopje koffie? En die mensen iets van, hey, oh, flikker op. Nee, dat doet hij ook, want op die gouden munt staat namelijk $50. $50 gouden munt. Of 100, briefje van 100. Maar die munt van $50, die heeft natuurlijk een waarde die vele malen hoger ligt. Ja. Maar er staat op $50. Dus dan zegt hij, wilt u deze $50 munt of deze $100 briefje? Dus ook maar je ziet dus ook in de... verloop van de jaren, in het begin deed hij het dus nog zo met een gouden munt met 50 en een briefje van 100. Maar tegenwoordig kun je gewoon met zilveren staven en chocola. En mensen die gewoon de chocola kiezen. Joh. En zo... Dat wordt steeds somber. Ja, en die interviews die je dan... Ik weet niet of je... Ja, dan kan ik toch even... De interviews die gedaan worden met Amerikanen op straat, waarin ze dan... Dat doet die Mark Thijssen ook wel eens. En dan zegt hij... Ja, ze gaan de New York Bridge verkopen aan China omdat ze te veel schuld hebben in New York. En dan kunnen ze op die manier gaan ze het geld doneren aan Black Lives Matter. Wat vindt u daarvan? Nou, en die mensen die dan serieus denken dat de Brooklyn Bridge verkocht wordt aan China en dat het geld gedoneerd wordt aan Black Lives Matter, weet je wel. Daar een heel argument op gaan verzinnen. Nou, ja. Dat was zo, maar gaan... Gaan deur tot deur gaan we die mensen euthaniseren eigenlijk. Dat was de voorstel. We gingen die petitie voor doen. En er waren er ook opmerkelijk veel mensen. Ja, dat is een goed idee, ja. Hij had er een beetje een mooie term van gemaakt. Maar hij had ook bijgezegd, ja, Obama heeft het plan om deur tot deur te gaan mensen te euthaniseren. Wat vindt u ervan? Ja, dat is goed. Dat is wel gewoon omdat het werd ingeluid met Obama wil dat. Ja, precies. En dan zeggen ze uiteindelijk, nee, maar het was eigenlijk Trump die het zei. En dan worden ze nog boos ook, dat je hun daarmee confronteert, weet je wel. Ja, het is ook wel eens een keer bij zo'n critical race verhaal, gewoon een stuk uit Mein Kampf voorgelezen. En dan hadden ze ook bijgezegd dat het van, ja, natuurlijk wel een beetje goed geselecteerd, maar ja, het was wel uit Mein Kampf. Dat Obama dat gezegd had of zo. Daar kreeg hij ook gewoon applaus voor. Dat is ook wel een kunststukje. Maar het is natuurlijk ook zo dat bij die grievance studies is het gewoon gelukt om een stuk van Mein Kampf gepubliceerd te krijgen in een wetenschappelijk journal. Dus dat is ook wel, de Israëlische klanten ook wel heel benieuwd naar. En dan hadden ze vervangen, even kijken hoor. Ze hadden onze beweging hadden ze vervangen door intersectional feminism. en nog zo'n substitutie, zeg maar. Ze hadden gewoon een beetje de moderne woorden ingevuld van de boeman van de christen. En oh ja, Jood hadden ze dan vervangen door whiteness. Dus dat werd gewoon goedgekeurd. Hebben jullie trouwens nog bij die jurk van AOC, dus dat die ontwerpster daarvan haar belasting niet betaald had? Ja. Dat moet je natuurlijk wel erbij vermelden, hè? Ja. En dat er vriend nog onder de kaart is, geloof ik. Hè? Hij staat nog in de chat. Ja. Flappergast had hem gedeeld. Ja. Ja, maar we zijn wel door de berichten heen inmiddels. Dus ja. We hebben het weer gered. We hebben het gered. Dus ja, goed. Ja, ik ga afscheid nemen. Ja, trouwens, ik zei van aan het begin van dat ik dit weekend met die mars mee zou lopen. Maar dat is het weekend erop. Het is 3 oktober. Nee, oké. Ja, dan is zo'n protestmars. Dat is niet dit weekend.
Nee. Dus waar kan je het allemaal lezen? Viruswaarheid, geloof ik? Of, Ik weet niet. Okay, ik ga deze alleen voor jou gehoord. Zeg je? Ik had het alleen van jou gehoord dat die er was. Oké, ik heb weer van mijn vrouw gehoord. Die zal wel weten waar het is. Hm. In ieder geval 3 oktober is er weer een mars. Dus dat is niet dit weekend, dat is het weekend erop. Ja. Goed, nou ja, ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren. Uiteraard deelnemers, dank voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en nog vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen, toedeledoki. Ik heb een beetje met echo, hè, met echo. Toedeledoki. En dan de F12 knop. Even kijken, was dat deze knop? Of was dat deze? Wacht even, dat is deze.